over het thema verdienmodel van de agrarische ondernemers. Ik heet u allen van harte welkom. In het bijzonder onze gasten. De heer Jongeneel van Wageningen Economic Research. De heer Thijssen, Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw. En de heer Krone, kwartiermaker, samenwerkingsambassadeur in de landbouw. Welkom. Welkom ook aan de leden van de commissie. Welkom aan allen die deze bijeenkomst, hetzij via vanaf de publieke, dan wel perstribune, dan wel livestream volgen. Het doel van dit rond de tafelgesprek is om de commissie waar mogelijk inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om tot een zo goed mogelijk verdienmodel van agrariërs te komen. En daarmee is dit rond de tafelgesprek een van de activiteiten die de commissie ontplooit om goed zicht te krijgen op datgene wat van belang is voor de agrarische sector. De bijeenkomst bestaat uit 4 blokken, elk van ongeveer een half uur. Het eerste blok, dat is zometeen aan de orde, namelijk de onderzoeks- en adviesinstellingen. Het tweede blok gaat straks over bedrijven. Het derde blok deskundigen in zaken de financiering van die omslag naar duurzame landbouw. En het vierde blok de belangenorganisaties coöperaties van boeren. Dank voor de position papers die zijn toegestuurd. Dat geeft al veel voorinformatie. En u krijgt zometeen per gast 2 minuten om uw punt nog even toe te lichten. Gezien het aantal deelnemers van de zijde van de commissie, misschien dat er nog komen, maar op dit moment dan zal ik daar wat soepel mee om proberen te gaan. Als u daar geen misbruik van maakt, maar ja, wie zou dat nou willen? Hè? Dus, en daarna krijgen de Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. En dan hangt het ook een beetje vanaf hoeveel tijd u zelf neemt of er nog een tweede vraag kan volgen. Mevrouw Bromet, moet ik voor de volledigheid melden, heeft zich afgemeld wegens persoonlijke omstandigheden. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Jongeneel. Gaat u gang. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Ik heb in mijn stuk position paper een aantal stellingen ingenomen. En ook dat geïllustreerd met melkveehouderij als een voorbeeld. Maar die wat wel illustratief is, denk ik. Hey, en eigenlijk de kern van mijn punt is van wie slimme dingen wil zeggen over het verdienmodel van de toekomst, die moet op zijn minst het verdienmodel van gisteren goed doorhebben. En eigenlijk zijn er bij het verdienmodel 3 dingen die heel belangrijk zijn. Dat is opbrengsten, liefst verhogen, verbeteren. Kosten, liefst verminderen, besparen. En bedrijfsontwikkeling. En wat ik in mijn position paper doe, is dat ik zeg die bedrijfsontwikkeling, dat is eigenlijk een punt wat meer aandacht verdient en wat te weinig belicht wordt. Dus bedrijfsontwikkeling. Nou, de vraag is van, ja, die bedrijfsontwikkeling, waarom is die van belang om dat goed te begrijpen? Nou, ik denk dat, laten we zeggen, 80-90% van wat er in het verleden met het verdienmodel is gebeurd en hoe zich dat heeft ontwikkeld, heeft te maken met die bedrijfsontwikkeling. Die is veel belangrijker geweest dan verbredingsactiviteiten, dan specifieke GLB-betalingen. De basisbetaling is natuurlijk wel van belang, maar die bedrijfsontwikkeling is heel erg van belang. Dus ook voor de toekomst. En als we dan naar de toekomst gaan kijken, moeten we die bedrijfsontwikkeling op een goede manier meenemen. Nou, waarom willen bedrijven, ondernemers en bedrijven ontwikkelen? Er zijn eigenlijk 2 centrale drijfveren erbij. Het eerste is het inkomen in stand houden en bij voorkeur ook nog een beetje mee profiteren van de algemene welvaartsontwikkeling. Inkomens in de landbouw lopen achter. Ik laat in mijn paper daar ook een figuur van zien. En het tweede is dat stilstand achteruitgang is. Als je kijkt naar de reële ontwikkeling van de opbrengstprijzen en de kosten, dan zie je eigenlijk een trend van dalende opbrengstprijzen en stijgende kosten. Dat gaat langzaam, maar dat werkt wel door. Dat betekent dus om je inkomen in stand te houden, moet je als boer eigenlijk actie ondernemen en schaalvergroting of intensivering is daar een rol bij. Want dat is dan mijn derde punt. Van, als je kijkt naar dat verdienmodel, dan gaat het om economische vergroting. En dat loopt eigenlijk via 2 sporen. Aan de ene kant is schaalvergroting. Dus bijvoorbeeld meer koeien, meer hectares. En het tweede spoor is intensivering. Die per hectare of per koe een hogere productie zien te bereiken.
En als ik dan kijk naar de rol van neveninkomsten, die zijn natuurlijk zeker van belang. En voor specifieke bedrijven soms erg van belang. Maar als het gaat over het model van de landbouw, moet je toch eigenlijk meer aan de marktkant kijken. Nou, wat betekent dat nou voor het beleid en de debatten die er zijn over het beleid? Ik denk, als je kijkt nu naar de gebiedsgerichte aanpak, dan gaat het eigenlijk om perspectief geven voor bedrijven in verschillende zones. Hè. Die zonering hangt nog een beetje vanaf hoe dat dan precies ingevuld gaat worden. Maar daar is het landschapsgrond en afwaarderinginstrument denk ik een heel belangrijk instrument om die transitie en ook rond het verdienmodel dingen te gaan bewegen. Maar het vergt wel een goede visie op die wat is nou de toekomstige bedrijfsstruk? Wat is nou het eindbeeld? Ik krijg soms de indruk vanuit de discussies dat die heel erg bedrijven inkomsten voor een groot deel uit specifieke betalingen moeten halen. Die nog voor een deel vanuit het GLB misschien komen. Maar ik denk dat wat heel belangrijk is, te zorgen dat die bedrijven een goede basis in de markt hebben. En als je dan de intensivering, gaat afknotten door bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw, dan moet je zorgen dat in termen van schaal en landbasis, dat die bedrijven zich groter kunnen ontwikkelen. Dank je wel. Dank voor uw bijdrage. Ik stel voor dat nu de heer Thijssen zijn presentatie doet. En als we... Als elk van de drie gasten aan het woord is geweest, dan hebben we dus een vragenronde. Gaat uw gang. Ja, dank u wel. Dank voor de uitnodiging. Ik spreek hier namens de Taskforce Verdienmodellen Kringlooplandbouw, die in 2019 heeft gerapporteerd. Ondertussen is het 2022, dus ik neem ook de vrijheid om af en toe bij de adviezen een klein beetje ook naar het licht van de huidige ontwikkelingen te kijken. De taskforce ziet de transitie naar kringlooplandbouw als een nieuwe manier van landbouw bedrijven. Er zijn op dit moment heel veel discussies. Desondanks zeggen wij dat nieuwe manier van landbouw bedrijven is ook vandaag nog steeds een heel actueel onderwerp. Twee opmerkingen vooraf. Internationale markten bepalen nog steeds de prijzen. Nou, daar hoef ik vandaag niks over te zeggen. En de positie van boer en teler is nog niet wezenlijk versterkt in de keten. Als je ook kijkt ten opzichte van 2019. De twee gevolgen hiervan zijn onverkort ook waar. Continue druk op kostenbeheersing en schaalvergroting, ook vandaag nog steeds waar. En het niet hebben van voldoende investeringsmiddelen om een andere manier van boeren inhoud te geven. En een tweede, er is nog steeds sprake van een dubbel ongelijk speelveld. Enerzijds omdat nog steeds externaliteiten, milieueffecten, sociale aspecten niet worden ingeprijsd en omdat eisen elders minder strikt zijn. De taskforce is toen tot een drieluik gekomen, waarbij ze zegt, het is een drieslag, waarvan je zegt, als je dat doet, dan moet je een hele stap kunnen maken in het verbeteren van het verdienmodel. Allereerst, ontwikkel inzicht in prestaties. Ontwikkel dashboards die een individuele boer of teler inzicht geeft in waar hij of zij staat ten opzichte van een voor hem relevante groep collega's. En een systematiek van benchmarking daarbij, zodat men zichzelf onderling kan vergelijken. Doe dit voor alle sectoren, maar ook voor alle partijen in de keten. Niet alleen de vraag hoe circulair is de boer, maar ook hoe circulair is zijn toeleverancier, hoe circulair is zijn afnemer. Zorg dat die data er komt, maak dat wettelijk verplicht en ga benchmarken. Dan kun je belonen, dan kun je sturen. Er zijn pogingen, ook binnen het ministerie van LNV, om daar handen en voeten aan te geven. Maar het gaat naar ons idee veel te langzaam met heel veel discussie. Ten tweede, geef ruimte om te handelen. Er zijn drie punten daarbij. Ten eerste, ga sturen op doelen, op het wat. En laat het hoe over aan boer en teler. Ik weet uit ervaring dat dat zeer complex is om dat in regelgeving onder te brengen. Maar het is naar ons idee cruciaal om die stap te zetten. Ik zou bijna zeggen, hier heb je een staatscommissie voor nodig om dit te helpen realiseren. Ten tweede, bij dat geef meer ruimte, maak serieus werk van het inprijzen van externaliteiten voor alle producten, en ik zeg met nadruk alle producten, die een consument in Nederland ook maar ergens kan kopen. Doe dit voor alle producten, ook van internationale herkomst, dan zul je zien dat er verandering komt. En ten derde, bij geef ruimte om te handelen, creëer een transitiefonds, daar is sprake van, waarbij boeren en telers en ook andere partijen risicogaranties krijgen, inclusief versneld afschrijven.
Vooral dat punt risicogarantie van boer en teler, daar is op dit moment onvoldoende aandacht voor. Het derde punt in de drieluik is, creëer een internationaal gelijk speelveld. Zet in op een Europese transitie, dat wordt ook gedaan. Maar zolang dat niet kan, laat ook de internationale partijen verplicht meedoen aan dataleverantie en aan dashboards. En realiseer voor hen ook het inprijzen van externaliteiten. Wij geloven als taskforce dat deze drieslag, dat de contouren, dat die hier en daar zichtbaar zijn. Maar dat zeker niet snel genoeg gaat. En vandaar dat ik ook graag deze bijdrage lever. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Kroonen. Dank u, voorzitter. Ik wil eerst mijn wonderlijke positie toelichten. Want ik ben 14 jaar Tweede Kamerlid geweest. Ik zit nu in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Transparantie is de hoofdzaak in de hele landbouwsector, vind ik. Tussendoor ben ik 12 jaar burgemeester van Leeuwarden geweest. Ik was in de Kamer specialist onder andere voor mededinging en marktwerking. En ik heb in Leeuwarden natuurlijk heel goed geleerd hoe die sector in elkaar zit, letterlijk en figuurlijk. Van Grutto tot de grootste fabriek van Friesland, Campina, waar ik naast woonde. Dus dat ik 's morgens naar het raam keek en hij stond er nog, was ik heel tevreden. Maar ik zit er in een volstrekt... ben ik als was in uw handen. Want mij overkwam het verzoek dat uw motie, ingediend door Jacco Geurts... helaas, hij zou voorzitter zijn, hij is er nu niet. U heeft mij gevraagd een onderzoek te doen naar... moet daar een landbouwsamenwerkingsambassadeur komen? Een landbouwsamenwerkingsambassadeur. Snap ik niet waarom ze mij belden, maar oké. Ik zei, mag ik ook adviseren? Er zijn al zoveel samenwerkingsverbanden. Er moet geen landbouwsamenwerkingsambassadeur komen. Dat mocht ik ook adviseren. En ik heb ook gezegd, ik doe het voor de Kamer. Dus ik heb hier niet overlegd over gehad tijdens het proces met het ministerie. Dus ik zit hier volstrekt onafhankelijk. Mijn advies voor de Tweede Kamer. Twee... ik ging allemaal mensen bellen om te spreken. U heeft mijn advies gekregen in november. Ik heb meer dan 40 personen, organisaties gesproken in de hele sector. Ik belde ze op en ze zeiden allemaal, mogen we binnen een week met u praten? 40 sectoren mensen van LTO tot... Ja. Nou ja, ze zitten bijna allemaal in de hoorzitting in de loop van de dag. Zelfs in persoon. Iedereen wilde wel binnen 1 of 2 weken praten, want kennelijk snakt de sector naar duidelijkheid. Duidelijkheid, duidelijkheid. Zeiden beide ook. Dus dat is mijn hoofdconclusie. Er moeten duidelijke normen komen, want dan weet iedereen waar hij aan toe is. Uiteraard tijdvoorschrijdend en ook gebiedsgericht ingevuld. Dit is allemaal geen nieuws, maar dat was wel een hartekreet. Het tweede, het landbouwsamenwerkingsambassadeur moest zich vooral richten op het verdienmodel. Dus daar heb ik me ook op geconcentreerd. En het belangrijkste is dat die duidelijkheid zich moet vertalen in concrete normen. En dat kan een mix zijn van wettelijke normen en consensusnormen. Of het nou via milieukeuren is of via people planet-achtige dingen. Het kan vanuit de sector komen, het kan vanuit de overheid komen. Het is wel zo dat de overheid er een bodem in moet leggen. Want anders kunnen een aantal onder de bodem gaan zitten. En iedereen weet, de marge zit in de laatste 10% van je omzet en niet daaronder. Dus als 10% van de markt wordt onderbieden, onderboden, verlies jij je markt. Dus de normen moeten er zijn in een verstandige mix van overheid en consensus. Twee, je mag ze samen doen. En dat was voor mij ook het meest vernieuwende wat ik ontdekte. ACM. Uitvoerig meegesproken. Maar nu ook artikel 210 van de GMO-verordening. Laat er veel meer samenwerking toe dan nog in die wet voor duurzaamheidsinitiatieven die hier nog ligt, opgeschreven. Dus boeren, agrariërs en de industrie, retail en aanvoer mogen veel meer samenwerken dan ze willen. Mits er geloofwaardige doelstellingen zijn die ook een maatschappelijke waarde hebben. Mits het transparant is en mits er niet misbruik wordt gemaakt. Ik heb in mijn advies, maar ook in de paper voor deze bijeenkomst gezegd, als een duurzaam ei een cent duurder is, mag je daar samen afspraken over maken. Maar je mag dan niet zeggen, ik vraag er 5 cent voor. Want dan heb je 4 cent monopoliewinst. We kunnen er straks uitvoerig op ingaan. Maar behalve dus die normen, mag je samen toewerken naar die normen. En dat vind ik belangrijk, want iedereen is bang voor samenwerking. Ik zag in de paper van LTO, we mogen niks naar ACM. Is dus niet waar. Overigens, ACM zit hier vanmiddag ook, vraagt u het aan hun. Het derde punt, ik denk dat je een landelijke overlegstructuur nodig hebt. Niet een landbouwsamenwerkingsambassadeur. Ik ben er niet tegen, maar ik zou zeggen, en dat zeggen de mensen allemaal, moet er nou een samenwerkingsambassadeur komen, wat is dat dan? Nee, er moet een economisch-agrarische overlegtafel komen. Er zijn veel overleggen, bijvoorbeeld de WIC, hè, over die ketenaanpak, maar dat is niet bindend. Het verschil tussen een overlegtafel en de WIC en andere dingen is, er moet iets samen bindend zijn, maar ook letterlijk bindend. Men moet zich handhaafbaar houden aan de afspraken. Ik zal er niet nog een uur over doorgaan, voorzitter, maar...
u zou een dagdeel kunnen vullen zonder problemen, hoor ik. Dat vrees ik van wel, ja. Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu de gelegenheid geven aan de leden van de commissie om de vragen te stellen. En als eerste geef ik daartoe de gelegenheid. Ik stel voor één vraag te stellen, gericht aan één van de insprekers. En als er dan tijd is, dan kunnen we nog kijken of er een nalezing gewenst en mogelijk is. Als eerste het woord aan de heer Van Kampen namens de VVD. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. En dank voor uw toelichting en aanwezigheid om met ons van gedachten te wisselen over dit belangrijke onderwerp. Wat ook echt wel in de maatschappelijke belangstelling staat en waar ook in het coalitieakkoord toch echt wel een aantal afspraken over zijn opgenomen. Mijn vraag concentreert zich op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En die zou ik willen stellen aan de heer Jongeneel. Want je ziet een verandering van de pijler 1 naar de pijler 2 gelden. U geeft wel aan, die pijler 1 gelden, die hectarepremies, die zijn wel van wezenlijk belang voor het verdienvermogen van de boer. Tegelijkertijd hoor je in gesprekken ook wel vaak dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, die subsidies, dat die een prijsdrukkende werking hebben. En dat uiteindelijk ook het verdienvermogen van boeren onder druk zet. Mijn vraag zou zijn, hoe ziet u de inzet van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de verandering daarvan als knop, als factor om het verdienvermogen van boeren te verbeteren, zeg maar, in het systeem. Dus niet met akkerranden en allerlei ook hele relevante mogelijkheden binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar echt om het systeem daarin te veranderen. Misschien is het goed om eerst de vragen te inventariseren en dan kan er eventueel wat gecombineerd worden als u dat wenst. De heer Tjeerd de Groot namens D66. Gaat uw gang. Ja, dank u, voorzitter. En dank voor de heldere inleidingen. Ik heb ook wel een vraag voor die Jongeneel, maar ik zal me beperken nu even tot een vraag voor de heer Thijsens. U heeft het over een dashboard, over prestatieindicatoren, dat moeten we wel weten. En om dat over internationale ketens ook mee te nemen. Nou, u komt uit de veevoersector. We hadden van de week een discussie met de minister over in het kader van de Oekraïne. Van hoe moet je nou akkerbouwgrond gebruiken? Moet je dat gebruiken voor de teelt van diervoeder, wat we overwegend doen in Europa? Of moet je juist teelten voor humane consumptie zoveel mogelijk gaan doen? Met veevoer misschien als bijproduct. Hoe zou je dat dan moeten aanpakken? Dan heb je een criterium nodig voor kringloopwaardig veevoer. Dat moet je vertalen naar je ketens. Zou u daar eens op door kunnen gaan om het wat concreter te maken? Dank. Het woord is aan de heer Thijssen namens de PvdA. Dank, voorzitter. En dank voor alle inleidingen. Ik heb ook een vraag voor de heer Jongeneel. Want begrijp ik goed dat u pleit voor nog verdere schaalvergroting van bedrijven, zodat ze kunnen extensiveren en de individuele boer dan toch voldoende kan verdienen? Terwijl, ik heb het idee dat die schaalvergroting ons ook wel heeft gebracht waar we nu staan, waardoor we tegen de planetaire en de milieugrenzen aanlopen. Dus moeten we niet op een andere manier... Ja, ik vraag me gewoon af hoe we nou op de een of andere manier wat meer marge voor de boer kunnen genereren, terwijl die wel rekening houdt met mens en milieu. Dank. Dan is het woord aan de heer Boswijk. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank inderdaad aan de sprekers. Ik vind dit zelf overigens het meest ingewikkelde gedeelte. De uitdaging op het gebied van ecologie, daar zijn we denk ik allemaal wel redelijk over eens. Het gebied op economie is wat ingewikkelder, want we zitten natuurlijk in de hele wereld. Ik heb een vraag voor meneer Thijsens. U noemde het net al even over dat risicogaranties, dat echt cruciaal is. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen? En ik ben namelijk ook wel benieuwd hoe het zich verhoudt tot de staatssteunsregelingen en misschien ook de mededingingsregeling van het ACM. En ik had nog een vraag, maar die ga ik dan bewaren voor de buurman. Want ik ben wel benieuwd hoe dat zich verhoudt, want daar is altijd heel veel... misschien wel belemmeringen die er misschien toch wel niet zijn. Dank. En als de commissie mij toestaat om zonder allerlei plechtigheden en van overdracht enzovoorts ook een vraag te stellen, dan doen we dat nu. Als ik het kan. Dat is een belangrijke randvoorwaarde. Dank. Een vraag aan de heer Kroonen. Ik vind dat laatste punt van samenwerken is binnen die sector veel... Daar is veel meer mogelijk op dat terrein dan gedacht is. Wij hebben inderdaad straks ook LTO aan tafel. We hebben ACM aan tafel. Dat biedt natuurlijk voer voor vragen in hun richting. Maar zou u dat punt nog wat nader kunnen toelichten? Want inderdaad, je loopt vaak aan tegen het argument van... ja, maar
kartelverbod of monopolie en dat soort dingen. Graag wat meer toelichting als mogelijk. Ja, ik ga mezelf niet bedanken. Het woord is aan de heer Jongeneel. Gaat uw gang. En neemt u gewoon de vragen van alle deelnemers, alle leden die gesteld zijn. Ja. Zo, de eerste vraag gaat over die GLB-middelen, verschuiving naar tweede pijler en de ondersteuning van het verdienmodel. Nou, wat je eigenlijk ziet als je kijkt naar het GLB, ik heb dat voor het voorbeeld van die melkveilderij wat helemaal even doorgerekend. Dan zie je eigenlijk dat die, uit de basisbetalingen komt ongeveer 218 miljoen. En als je kijkt naar de bijdrage aan het inkomen, dan is dat best fors. Hè? Want dat is ongeveer 23% van het inkomen. Omdat die basisbetaling, die heeft dus echt dat is een pure inkomensondersteuning. Daarvan kan je wel zeggen dat die op zich... Hij werkt eigenlijk heel generiek, omdat hij gekoppeld is aan hectarebetaling. Dus het betekent dat daar ook wel geld terechtkomt bij, laten we zeggen, bedrijven die het misschien niet zo vanuit inkomensondersteuningsoptiek niet zo hard nodig hebben. Vandaar ook dat er een discussie is, denk ik, en een beweging om die betalingen meer gericht in te gaan zetten. Alleen en dat is denk ik op zich vanuit een heel aantal argumenten kan je daarvoor geven om dat te doen. Ook in de richting van de verduurzaming. Het punt is natuurlijk wel dat je dan op een gegeven moment, als je dat geld uit die basisbetaling of de directe betalingen haalt en gaat richten, bijvoorbeeld naar de tweede pijler, dan geef je hem in feite betalingen voor waar kosten tegenover staan, waar boeren kosten ervoor moeten maken. En dan is de bijdrage, laten we zeggen, aan het inkomen van de boer, nou, ik het snel schat, maximaal 20%. Ja, dus dat is beperkt. Dus als je die beweging maakt, die is op zichzelf voor het verdienmodel van de boer op korte termijn in ieder geval niet echt, helpt dat niet echt. Wat je wel zou kunnen doen, is dat je misschien actiever zou kijken van kunnen we met die eco-betalingen in de eerste pijler, hè, kunnen we daar gericht dingen bij inzetten. Heb ik het idee dat er wordt gekozen voor een vrij brede insteek op die eco-schema's, dat heel veel boeren eraan mee kunnen doen, maar eigenlijk dat de eisen die eraan worden gesteld, dus eigenlijk ook vrij licht zijn in zekere zin. Ja, misschien is dat juist een instrument wat je veel effectiever zou kunnen benutten. Wat ik dan wel voor mij een vraag is, maar dat kunnen we misschien even van de anderen wel over zeggen. Als je in die ecoschema's meer gaat doen, loop je dan tegen mededingingsdingen aan? Ik ben er wat minder optimistisch over dan mijn buur, maar ik zit er ook wat minder in. Omdat ik denk dat er dan ook die 20% grens snel geldt. Dus dat het voor het verdienmodel van de boeren eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je het uiteindelijk via de eerste of de tweede pijler doet. En dan de vraag over het meer intensiveren. Heb ik bedoeld met mijn bijdrage te pleiten voor meer intensivering en schaalvergroting? Nee, niet echt. Maar ik denk dat je wel eigenlijk heel goed moet onderkennen dat dat wel hele belangrijke bewegingen zijn. En als je bijvoorbeeld richting een meer natuurinclusieve landbouw wil, waar denk ik hele goede punten voor zijn, dan is mijn punt meer van... Oké, hou er dan wel rekening mee dat die boer, wil die een voldoende inkomen halen, een voldoende aantal hectares nodig heeft. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je dan, laten we zeggen, bufferzone is van rond Natura 2000 gebieden, dat je daar een deel van de bedrijven uitkoopt met de uitkoopregelingen die er zijn. Maar dat je tegelijkertijd, nou, net zoals misschien destijds bij de ruilverkaveling, een visie hebt van, oké, wat is een eindbeeld van, wat heeft een bedrijf voor een omvang, hè, veel meer extensief gevoerd, wat heeft hij voor een omvang van grond nodig? En dat je bedrijf dan in staat stelt om daar die beweging te maken. Waardoor ze uiteindelijk, laten we zeggen, ook zelf hun eigen broek op kunnen houden en in de markt kunnen doen. Dus die nieuwe vorm van schaalvergroting is eigenlijk vooral landvergroting. En dat hoeft dan niet intensivering te betekenen, juist niet. Maar ik denk wel dat er wat communicerende vaten zitten. Dus als je die intensivering, laten we zeggen, afknijpt, dat je in die landbasis, dat je daar als het ware meer ruimte moet geven. Omdat boer, en dat laat ik ook zien in de position paper. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, de bijdrage van een hectare aan het inkomen, zowel voor de akkerbouw als voor de melkveehouderij, je ziet dat schommelt vanwege die oogst, vanwege de gevoeligheid voor weer. Maar eigenlijk is dat in de loop van de tijd vrij constant. Dus dat betekent dat als een boer gewoon met zijn inkomen wil groeien, moet hij uiteindelijk ook wat extra hectares eronder gaan zitten. Dank u wel. Het woord is aan de heer Theysens. Ja.
Dank je wel voor de gestelde vragen. Ik zal allereerst even op het dashboard en prestatieindicatoren ingaan. Twee dingen daarover en dan kom ik even daarna direct terug ook op de vraag over veevoer. Maar allereerst, dashboards, de variatie in de praktijk, die is, dat weten we op allerlei thema's, is enorm. Maar dat is tegelijkertijd ook de bron van inspiratie om enorme reducties te kunnen bewerkstelligen. Er lopen op dit moment onderzoeken bijvoorbeeld naar ammoniakemissie in de melkveehouderij. Daar wordt met sensoren gemeten. En dan zie je dat met normale productie, gewoon waarbij gestuurd wordt op melkopbrengst en eiwit en vet, zie je tegelijkertijd dat er enorme variatie in de praktijk is. Dat is een bron van inspiratie. Daar kun je dus heel veel van leren. En daar kun je dus ook door te gaan benchmarken best practices uit gaan halen. Dat even als basis. Datzelfde geldt voor organische stof in de bodem, voor milieu-impact volgens de CLM-milieumeetlat. En er is dus ook een onderzoek laatst gedaan rondom, dat heet KPIK. De KPI's rondom de kringlooplandbouw. Van wat voor soort prestatieindicatoren zou je kunnen gaan inzetten. Dan specifiek naar de vraag van de heer De Groot over veevoer. Ja. Dat is een heel goed punt. In principe zou je het uitgangspunt moeten huldigen dat je aan dieren geen producten voert die je ook aan mensen kunt geven. Dat is niet zo zwart-wit als je dat vervolgens in detail gaat uitwerken. Dus ik neem nu even het voorbeeld van mijn bedrijf. Agriferum, we hebben een indicator, zijn we aan het uitontwikkelen en aan het uitdiscussiëren. Die heet Fit for Feed. Waarbij we kijken wat is nou evident fit for feed. Dan kom je bijvoorbeeld op de echte laagwaardige bijproducten uit. En die noemen wij 100% fit for feed. Maar er zijn ook producten als bijproducten waarvan je zegt, nou, daar zou je ook iets anders mee kunnen gaan doen. Maar je hebt voor de transitie vandaag is dat wel de goede beweging. Die noem je bijvoorbeeld 50% fit for feed. Dus daarmee krijg je indicatoren waarbij je een bepaalde kant op kunt gaan sturen. En ik ben heel benieuwd hoe als wij ons zouden kunnen vergelijken met onze conculega's, want hier gaat het ook over innovatie, over slim inkopen, over je posities nemen. Ik ben super benieuwd hoe ik ten opzichte van mijn collega's dezelfde varkensbrok zou leveren. Dat zou buitengewoon inspirerend zijn, ook als blijkt dat een ander het beter doet dan ik. Dus dat is de gedachtenlijn die ook achter dit hele advies zit, om dat te stimuleren. En daar kun je vervolgens ook over stimuli gaan nadenken en weet ik veel. Maar dat is de hele gedachtenlijn. Ik weet niet of dat de vraag een beetje beantwoordt. Dan de heer Boswijk, de risicogaranties. Inderdaad zit daar een punt van staatssteun. Ik weet ook dat het ministerie daarmee bezig is. Maar waar het prangende zit, je ziet, en ik zie dat er allerlei manieren, mechanismen worden bedacht om risico's weg te nemen. Bijvoorbeeld ook voor banken, want banken zijn ook vaak aanwezig op het moment dat een boer of teler komt met een initiatief en zegt van, ik zou dit initiatief wel willen gaan uitproberen, maar onderaan de streep zit hij te gokken met zijn eigen bedrijfskapitaal. Als het echt fout gaat, dan is hij de bok. En vaak zie je dat innovaties, ook als het gaat over meer opbrengsten, dat ze tegenvallen. Er hebben ooit mechanismen bestaan, jaren geleden als technisch ontwikkelingskrediet. Dat zijn mechanismen waarbij je in feite voorschiet. En als het goed slaagt, dan wordt het keurig terugbetaald. Maar als het tegenvalt, dan neemt de maatschappij neemt daarvan de kosten. En wij pleiten heel nadrukkelijk voor risicogaranties, dat een veel belangrijker onderdeel wordt. Ik hoef hier alleen maar Hamlets en Annegien ten Haven te noemen, die een prachtig concept uitontwikkelt met meerdere sterren. Maar tegelijkertijd is dat zo'n ingrijpende ingreep in haar bedrijfsvoering, dat als het niet lukt, dan kun je het hele bedrijf ermee omtrekken. En dat kan eigenlijk niet. Nou, dat is wel, en wij denken dat dat een enorme versneller kan bewerkstelligen. Ik hoop dat dat een antwoord geeft. Dank. Op dit moment zullen de collega's ermee moeten doen. De heer Kroonen. Ja, dank, voorzitter. Dank voor uw vraag en die van de heer Boswijk. Want ik heb expres benadrukt, je mag veel meer samenwerking dan je denkt. Maar er is natuurlijk al heel veel samenwerking. En dat is via milieukeuren, via allerlei lange leveringscontracten. En dat is in alle sectoren, van vee tot de bloembollen en noem het maar op. Alleen de druk zal steeds groter worden om dat op elkaar af te stemmen. Dus dat je niet te veel keurmerken krijgt, want dat zegt ook ACM. Het zijn er te veel geworden. De consument snapt het niet meer, maar ook de boer heeft een lock-in. Want je zit in het ene keurmerk en heeft de andere keurmerk net iets anders. De ene heeft CO2-accent, de andere dierenwelzijn. Dus een lijn trekken in al die keurmerken door een bodem, dat lijkt me heel verstandig, want dat vraagt de sector. Daar kan de overheid een rol in spelen. Maar daarbovenop kan iedere supermarkt of iedere
ook aanbieder kan zijn eigen profiel daarin zoeken. En kan zeggen, ik doe dit wat extra, ik doe dat wat extra. Van biologisch tot andere producten. Dan kun je ook, samenwerkingsafspraken vinden ook steeds meer regionaal plaats. Nog los van de gebiedsgerichte aanpak. Boeren zeggen, ja, ik kan best schaalgrootte hebben. De heer Thijssen vroeg. Maar ik wil dan mijn mest kunnen afzetten, als, al of niet als digestaat, bij de buren. Want dat is een akkerbouwer. En dan krijg ik van hem weer veevoeder terug. Dat zijn samenwerkingsbanden, die mogen gewoon. Dat is allemaal vrijwillig. Maar dat kun je wel faciliteren. Dat is veel efficiënter dan, ook economisch, maar ook voor de biodiversiteit enzovoort. Dan elke boer op zijn eigen terrein kringloop te laten doen. Dat soort samenwerkingsbanden mag. Maar iedereen zegt, we zijn nu allemaal niches in de markt. We hebben steun nodig dat het breder kan worden. En dan kom ik bij ACM, dan kom ik bij de Green Deal, het nieuwe artikel 210 in het GMO. Je mag dit soort samenwerkingsbanden doen. En dan met de, hetzij de leveranciers, hetzij de afnemers, ook afspraken maken. Ook dat gebeurt natuurlijk al heel veel. Want heel veel supermarkten hebben natuurlijk al hun eigen aanvoerketens van productie tot afname. Maar ook die zijn in heftige concurrentie met elkaar. Die kijken ook niet op een cent, maar op een halve cent nauwkeurig. Wat kan er dus gebeuren? Dus daarom wil ik de suggestie. Ze willen het zelf natuurlijk ook, hè, met die WIC, die tafel voor samenwerking. Die is nu nog te vrijblijvend. Dus dat snap ik ook wel, want waarom zou jij als eerste inleveren? En ik denk dat dat de sleutel kan zijn. En dat ACM wil dat overal komen toelichten in heel Nederland, hebben ze mij ook verteld. Ze willen voorlichting aangeven wat allemaal mag. En de angst is nu heel groot door een redelijke misinterpretatie van het beroemde kipvoorbeeld van de ACM. Toen heeft ACM ook gezegd, je mag best hogere eisen stellen aan de kip die je in de supermarkt legt. Maar we hebben uitgerekend, dat is bij wijze van spreken, mag je dan de prijs een cent verhogen, maar jullie maken er 5 cent van. Ik heb het voorbeeld expres maar naar het ei vertaald, want dit is een kip-en-ei-kwestie natuurlijk. Maar als je maar transparant bent, en dan kom ik op die benchmark. Als je goede benchmarks hebt over zowel de productie als de verdere keten, dan is vrij objectief te maken met de WURM, ook SMK. SMK heeft een uitstekende positie met allemaal onafhankelijke waarnemers die bepalen of een keurmerk goed is, ook gehandhaafd wordt. Dan ligt het om de hoek. In Brussel zeiden ze, iedere scheermachine voldoet aan alle eisen. Maar dat zijn allemaal eisen bijna van de sector zelf. Je wil niet weten hoe ingewikkeld de eisen zijn om een scheermachine te maken. In de landbouw is dat allemaal niet, maar het komt eraan. Want wat er nu ook komt, is de Product Environmental Footprint Guidance Rules. Dus er komt nu een guidance van bloembollen tot tuinbouw, glastuinbouw, alles. En dan heb je gewoon een footprint en iedereen, ook de export. Friesland Campina zegt, ja, maar Nutricia wil ook precies weten wat we doen. Het is helemaal niet zo dat wij in Nederland hoge eisen stellen en de rest van de wereld niet. Ook onze export zal moeten voldoen aan veel hogere eisen en dan wordt het meer optimalisatie van de keten dan maximalisatie. Dus Nederland ligt echt een beetje achter, hoor, met al dit soort dingen. En iedereen weet, als Nutricia ergens in de wereld een babyvoeding heeft met een stukje glas erin, gaat de hele wereld geen Nutricia-potjes meer doen. Dat kan ook gebeuren met onze producten als wij niet voldoen aan de zelfs internationaal stijgende kwaliteitseisen. Dank. Misschien de microfoon even. Oh ja. Aan onze gasten voor de toelichting op de vragen. En dank ook voor de position papers. Dat helpt echt om daar het beeld van de commissie te completeren. Dus zeer bedankt voor uw bereidheid om naar ons af te reizen en ons bij te praten. En ook dank aan de collega's voor de gestelde vragen. Dan schors ik eventjes voor een changement voor enkele minuten. Oh Fred, wat loop je hard weg?
Ik heropen dit rondetafelgesprek. Heet onze gasten in het bijzonder van harte welkom. Mevrouw Meij en de heer Nink Blok. De heer Jonkman is nog onderweg. Maar we hebben afgesproken gewoon te beginnen. In de hoop dat hij tijdens deze ronde nog binnenkomt. En dan krijgen we alsnog de gelegenheid om de commissie te informeren en bevraagd te worden. We hopen tenminste dat het binnen het tijdschema past. Ja, ik heb bij de opening van dit rondetafelgesprek uitgelegd wat de bedoeling is. Ik hoef dat niet allemaal te herhalen. En ik mag mevrouw Meij gelijk de gelegenheid geven om haar bijdrage te verzorgen. Daar staat 2 minuten voor. Maar ik heb in de eerste ronde gezien dat we daar ietsje soepeler mee om kunnen gaan. Dus ik ben wel streng, maar ook mild. Ik zag het. Tenminste, althans, ik hoop dat u dat achteraf concludeert. Ja. Gaat u gaan. Dank u wel. Ja, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om dit gesprek te voeren over het verdienmodel binnen de sector, maar zeker ook op het erf. En ik hoop dat het niet de laatste keer is dat we hierover met elkaar spreken, want we weten dat de komende jaren ook voldoende uitdagingen er zijn. Laat ik beginnen met het statement om te melden dat Nederland bij uitstek geschikt is voor de zuivel en de melkveehouderij. En dat ik zou willen dat we daar ook echt trots op zijn en dat we ook zuinig zijn op onze sector. Zeker in deze tijd, hè, waarbij we zien dat economische geografische grenzen aan het verschuiven zijn. En de voedselvoorzieningsvraagstuk ook hoger op de agenda komt. Dus dat even vooraf. Twee, ik vertegenwoordig hier Friesland Campina. En het is goed om te weten dat Friesland Campina is een coöperatie. Dus als we het hebben over het verwaarden en de positie van de boer, de melkveehouder, dan is dat waar wij eigenlijk dag en nacht mee bezig zijn. Al onze winst gaat of in het bedrijf om de positie van de boer en de financiële positie van het bedrijf te vergroten uiteraard. Maar de winst gaat ook naar de leden. Dus die betalen wij uit. We hebben geen particulieren waaraan uitbetaald wordt. We zijn een coöperatie, doen alles voor de melkveehouder. Dus het verdienmodel van onze leden is daarbij ook cruciaal en belangrijk. Drie, als we het hebben over het verbeteren van het verdienmodel, en ik heb een aantal punten genoemd ook in de position paper, dan zijn er een aantal onderdelen waar je naar kan kijken. Er werd net ook al in het vorige blokje gewezen. Eén is meer opbrengsten. En wat opvalt is dat er steeds meer vraag komt om maatschappelijke eigenlijk vragen te vergoeden en die prijs in de kostprijs van het product te stoppen. Ik zou echt willen vragen of maatschappelijke diensten en maatschappelijke wensen, er kan wat regie ook plaatsvinden vanuit de overheid, zeker de landelijke overheid, ook door de maatschappij deels worden betaald. Want het is niet volledig uit de markt te halen. Het valt niet volledig te verwaarden. Nou, twee, lagere grondstoffen of kosten. Nou, de grondstofprijzen zijn op dit moment sky high. Maar er zijn ook kansen, zeker om het verdienmodel te vergroten binnen de keten. Kijk bijvoorbeeld naar de energieprijzen, die zijn hoog. Wij hebben mest. Je kan mest vergissen, daar kan je ook stroom van maken, groene stroom. Laten we elkaar daar vinden in plaats van tegenwerken, zou ik bijna willen zeggen. Daar ligt echt een kans om zeker ook het verdienmodel van de sector en de boer te vergroten. En drie, tot slot, ontwikkelruimte. Ik zou willen pleiten dat ook de centrale overheid veel meer gebruik maakt en regie geeft op de instrumenten die er zijn. De bestaande erkende instrumenten, zoals een kringloopwijzer, zoals een biodiversiteitsmonitor. Dit zijn dé onderdelen waar wij als bedrijf ook onze verwaarding uithalen. Naar onze klanten weer. Nou, ook Albert Heijn uiteraard, maar Nestlé bijvoorbeeld ook, wereldwijd. En laten we dus goede indicatoren afspraken met elkaar maken. Dus die KPI-discussie die op dit moment loopt, daar moeten we echt dezelfde KPI's voor gebruiken en niet allemaal eigen KPI's verzinnen. Want dan werkt dat de verwaarding tegen. Twee, generieke maatregelen geven geen verdienmodel, nooit. En drie, wees een partner, dat is tot slot, voorzitter, in innovaties. We zien dat er veel te veel nadruk gelegd wordt op andere onderdelen en niet op innovaties. En om even in perspectief te zetten, de opgave die we met z'n allen hebben, ook binnen de keten om in 2050 uiterlijk klimaatneutraal te zijn, is 30 jaar vanaf vandaag.
U heeft een telefoontje. 30 jaar geleden stonden wij met z'n allen in de telefooncel die boeken open te halen en een bladzijde eruit te halen om te kijken waar we naartoe moesten bellen. Hier is heel veel met deze innovatie heel veel verdiend in die afgelopen tijd. Daar hebben we een overheid voor nodig, ook in de innovatie in de landbouw. En daar willen we ook graag een partner in zijn. En hebben we ook voorbeelden waar we partner in kunnen zijn. Dat was hem, voorzitter. Dank voor uw toelichting. Dan is het woord aan de heer Nink Blok. Ja, dank u wel. Mijn naam is Constantijn Nink Blok en bij Albert Heijn ben ik directeur logistiek en keten. Wat onder andere inhoudt dat ik ook verantwoordelijk ben voor de relaties en de ontwikkeling binnen onze versketens. Samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Dat is de missie van Albert Heijn en onze Beter Voor-programma's. Een van de redenen dat u mij heeft uitgenodigd hier is, past eigenlijk heel mooi in die missie. Daarin willen we het graag beter doen. We willen betere producten aan onze klanten kunnen bieden. Dat willen we op het gebied van gezondheid. Dat willen we op het gebied van duurzaamheid. En dat doen we samen met vaste ketenpartners. We geloven uiteindelijk in een intensieve samenwerking. Waarin we eigenlijk in gesloten, transparante ketens werken. Samen met die partners. En dat doen we al heel veel jaren. In sommige gevallen zelfs decennia. En een van de pijlers binnen die Beter Voor-programma's is ook het gezonde verdienmodel voor elk onderdeel in die keten. In 2017 zijn we gestart met het Beter Voor Koe, Natuur en Boer-programma. Nou, dat is zo'n 5 jaar geleden. Waarbij we ook eigenlijk elk stuk van die keten oppakken. Zowel vanuit natuur, vanuit dierenwelzijn, maar ook vanuit de positie van de boer. En ervoor gezorgd hebben dat we het daar een stukje beter gaan doen. En nu kijk je naar die Beter Voor-programma's, dat is geen niche. Dat is niet een paar producten bovenin het schap voor de happy few. Dat doen we over ons hele assortiment. Dus als je kijkt vanuit zuivelperspectief bijvoorbeeld, is het alle melk onder het Albert Heijn-label, alle kaas, maar ook onze Zaanse hoeven en onze prijsfavorieten. Dus het is uiteindelijk iets dat we zeggen, voor de volle breedte zetten we dit programma van Beter Voor in. Nou, dat doen we inmiddels met zo'n 450 melkveehouders, 100 varkensboeren, 200 pluimveehouders, onze eierboeren en ook 360 aardappelgroente- en fruitleveranciers. En samen maken we afspraken over de duurzaamheid, over het verdienvermogen. En uiteindelijk, wij willen er graag als Albert Heijn over 100 jaar nog zijn. En dat betekent dat wij ook willen dat onze boeren en telers er over 100 jaar nog zijn. Dat even in een korte notendop, wel binnen de 2 minuten. Dank voor uw aandacht en nou, kijk uit naar de vragen. Heldere toelichting, dank. Wij gaan de collega's weer uitnodigen om vragen te stellen. Om te beginnen, de heer Van Kampen namens de VVD. Gaat u gaan. Dank u voorzitter en dank voor uw beide aanwezigheid. Ik heb een vraag aan de heer Nink Blok. Want mevrouw Maai heeft zojuist inderdaad ook aangegeven dat de samenleving veel wensen heeft als het gaat om de verduurzaming van landbouw en ook landbouwproducten. Maar dat de kostprijs daar niet bij aansluit. En ik hoor u zojuist spreken over de verschillende concepten waar ik denk iedere consument heel gelukkig van wordt. En als hij het in de koelkast heeft staan zich heel goed voelt. Maar die kostprijs verandert niet voor die boer. Maar ergens moet die betaald worden. Hoe kijkt u naar dat vraagstuk en die balans, zodat uiteindelijk ook die boer daar in die kostprijs wat aan overhoudt? Dank. Mevrouw Maai, wilt u even de microfoon sluiten? De heer De Groot, namens D66. Ja, dank voorzitter en dank aan de heldere inleiding. Ik heb een vraag voor mevrouw Maai. Als je kijkt, we hebben net de heer Jongeneel gehoord en die geeft aan dat boeren eigenlijk geen andere optie hebben dan te intensiveren en schaal te vergroten in het huidige model. En dat heeft te maken met het verdienmodel van de verwerkende industrie daarboven. Friesland Campina, ik weet niet precies, heeft, laat ik zeggen, 11 miljard kilo melk, waarvan in slechte jaren 2, 3 miljard kilo met verlies moet worden verkocht om toch het hele plaatje rond te maken. Waardoor de gemiddelde uitbetalingsprijs dan weer daalt voor de boeren. Zodat al de leden eigenlijk weer op een kostprijsmodel worden gezet in een van de duurste landen ter wereld. Zou het nou niet beter zijn om niet meer melk aangeleverd te krijgen dan echt ook verwaard kan worden in de markt? Zeker gelet ook op het feit dat het PBL heeft gezegd dat de hele voedselindustrie, de agrarische sector in Nederland, 7 miljard euro per jaar aan schade veroorzaakt.
En de heer Thijssen had het over, je moet eigenlijk ook zorgen dat je de werkelijke prijs doorrekent. Dus Friesland Campina veroorzaakt een deel van die 7 miljard euro schade via haar leden. Nou, twee redenen misschien. Het verdienmodel van de boer en minder schade aan de omgeving. Om te zeggen, we gaan toch kijken naar onze strategie. En minder verlies draaien op een deel van onze productie. Dank. Het woord is aan de heer Thijssen namens de PvdA. Dank, voorzitter, en dank voor uw aanwezigheid. Het is de dag na de verkiezingen en ik heb om 11 uur een fractievergadering waar ik heen moet. Dan kom ik wel zo snel mogelijk weer terug om hierbij te zijn. Want het is wel een heel belangrijk onderwerp. Zeker omdat de opgave in de landbouwsector natuurlijk nog veel groter is. De boeren nu al klagen over de marges die ze krijgen, of eigenlijk de veel te lage marges. Dus ik sluit me graag aan bij de vragen van de collega's. Maar mijn vraag zou ook nog wel zijn aan Albert Heijn. Als we nou inderdaad die stikstofvervuiling moeten halveren en die klimaatdoelstellingen moeten halen, dan is de verwachting dat dat tot kostenverhoging zal leiden bij de Nederlandse boer. Maar u koopt op een internationale markt. Dus kunt u dan wel de Nederlandse boer een hogere marge geven of een hogere prijs geven? Of wordt u dan niet weggeconcurreerd door Jumbo, die gewoon op de internationale markt koopt en, ja, en zich daar niet zoveel van aantrekt? Dus kan dit wel goed gaan in de huidige markt? Dank. Dan is het woord aan de heer Boswijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Meij. Friesland Campina is natuurlijk een hele belangrijke partij. Zeker in de transitie die we door gaan maken. Maar tegelijkertijd, als we naar de statistieken kijken, is het natuurlijk best wel zorgwekkend dat heel veel melkveehouders geen opvolger hebben. En dat is in de toekomst natuurlijk een groot probleem. Wat is volgens mevrouw Meij de oorzaak dat er nauwelijks opvolgers zijn? En wat is volgens haar de oplossing die Friesland Campina zou kunnen aandragen? Of waar heeft ze de overheid voor nodig? Dank. Als u me toestaat, dan stel ik ook een vraag. En dat, die sluit eigenlijk aan bij de vraag aan de heer Nink Blok over de marges en de prijzen, de concurrentiepositie en de internationale dimensie. Misschien is het goed dat ik de heer Jonkman, als hij inmiddels wat geacclimatiseerd is, welkom. Fijn dat u ook zich bij ons kunt voegen. Dat ik u nog even de gelegenheid geef voor de introductie van 2 minuten. En dat wij dan een van ons nog, of twee, als daar behoefte is, aan hem een vraag te stellen, de gelegenheid heeft om dat te doen. Overrompel ik u of kunt u gelijk uw bijdrage verzorgen? Dat ga ik in ieder geval proberen. Dank in ieder geval dat ik nog toegelaten ben, want ik heb een kleine verwarring in mijn Google Maps. Maar goed, dat kan ook gebeuren. Mijn naam is Wilfred Jonkman. Ik ben directeur bij Reudink. Dat is onderdeel van 4 Farmers. Een van de grootste partijen in Nederland, West-Europa, als het gaat over productie van mengvoer voor landbouwhuisdieren. Specifiek voor 4 Farmers ben ik verantwoordelijk voor leg en opfok voor de landen Nederland en België. En Reudink is, om toe te lichten, de partij binnen 4 Farmers die verantwoordelijk is voor de biologische landbouwhuisdieren. Dus de mengvoerproductie voor die specifieke diersectoren. En als ik de vrijheid mag nemen, wil ik misschien een klein beetje afwijken van de agenda als het gaat over het position statement, wat de position paper wat is geweest, omdat we echt te maken hebben nu met een heel urgente situatie in de landbouw. Als het gaat ook in verbinding met de situatie Oekraïne. En specifiek wat toespitsend op de biologische sector in algemene zin. Als dat goed is, dan wil ik graag daar toch een paar woorden aan wijden. Als het gaat over de problematiek, om in ieder geval u mee te nemen in de situatie waar we nu voor staan. En er is eigenlijk een aankomend failliet. Sorry? Nee, de vragen die komen later. Ik zag de heer De Groot namelijk wat non-verbaal kijken, maar... Ja, want ik heb echt behoefte dat u het bij het thema houdt, eerlijk gezegd. Ja, het heeft wel alles met het verdienmodel te maken. Dus dat kan ik misschien dan toelichten als het gaat over situaties, als het gaat over het verdienmodel, de biologische landbouwsector. In geval, de ondernemers dat is het thema. Gaat u gang. Daarin actief zijn, dankjewel. De ondernemers die daarin actief zijn, die hebben een prima verdienmodel. Dat is de laatste jaren zich denk ik bewezen. En aan de andere kant ook als het gaat natuurlijk over de Green Deal ambities en de Farm to Fork strategie, waar we met z'n allen natuurlijk ook een commitment hebben gegeven als het gaat over de biologische landbouw, dat we daar nadrukkelijk kijken van wat is de toekomst en perspectief ook voor dat specifieke segment. En als we nu kijken naar de situatie, hoe zich die ontwikkelt met betrekking tot ook specifiek de oorlogssituatie in Oekraïne en de voorziening van
belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor mengvoerproductie, die voor een belangrijk deel uit dat land en ook uit Rusland komt op dit moment, dan zien we dat we daar nu op dit moment in een impasse raken en dat er geen beschikbaarheid is meer van die belangrijke grondstoffen om specifiek op dit moment pluimveevoer te produceren. En dat treft niet alleen Nederland, maar specifiek heel West-Europa. Dus het is misschien niet een sec Nederlands probleem, maar ik heb gisteren ook geschetst, ook in het kader van een stuk belangenbehartiging en ook proberen ook uiteindelijk ook naar de politiek te komen als het gaat over, ja, hoe gaan we nu oplossingen creëren voor dat specifieke verdienmodel, want dat staat nu eigenlijk dusdanig onder druk dat er geen perspectief meer is en dat bedrijven bedrijven massaal afgewaardeerd moeten gaan worden, dus gedecentraliseerd moeten worden, omdat er geen passend mengvoer meer beschikbaar is. En dat is denk ik wel een hele treurige situatie als dat zich ook daadwerkelijk voor gaat doen. En eigenlijk zoeken we ook naar oplossingen om daarin te kunnen acteren. En daar hebben we echt ook wel elkaar voor nodig. Dus als het gaat om een stuk partnership en als het gaat over partnerschap ook naar de toekomst toe, wat een belangrijk onderdeel is van het verdienmodel als het gaat over agrarisch ondernemerschap, zoeken we nadrukkelijk ook de verbinding met de politiek en dus ook met u hier aanwezigen, denk ik. Daarnaast denk ik een aantal speerpunten als het gaat over, om heel kort binnen de 2 minuten te blijven, is het denk ik aspect als het gaat over hoe ga je samen optrekken als het gaat over de kansen die ondernemers ook krijgen om binnen de mogelijkheden het bedrijf verder te ontwikkelen en te laten groeien. En dat specifiek ook op basis van innovatie dus en modellen die mogelijk te grondslag kunnen liggen om het verdienmodel te ondersteunen. Door bijvoorbeeld bepaalde referenties in te schatten als het gaat over hoe ontwikkelt zich de kostprijs van voer en bijvoorbeeld ook energie. En kunnen we die koppelen op enige manier aan de opbrengstprijs voor de geproduceerde producten. Dus dat is denk ik ook een heel sympathiek voorstel als het gaat over hoe ga je ook echt ondersteunend werken. En dat hebben we ook natuurlijk onze partners bij nodig aan de rechterkant. Maar ook denk ik de politiek als het gaat over hoe ga je echt ook slagen maken om daadwerkelijk ook signaal af te geven dat het verdienmodel duurzaam is. En dat ondernemers daarin ook gesteund worden. Dank. Wilt u even uw microfoon sluiten? Geeft dit aanleiding bij de collega's, een van de collega's, tot een vraag? Meneer Van Kampen. Dank u, voorzitter. Ja, mijn vraag zou gaan, als je kijkt naar de kostprijs van producten die boeren of dieren produceren, dan zie je dat eigenlijk in het voerrantsoen alles wat niet van eigen grond wordt gehaald, dat eigenlijk het meest kostbaar is voor boeren. Het is het meest duur. En ik spreek veel boeren op werkbezoeken. En dan hoor je vaak dat er veel boeren zijn die ook zeggen, ja, ik wil eigenlijk die aanvoer zoveel mogelijk minimaliseren, zoveel mogelijk kringlopen sluiten. Tegelijkertijd zijn ze natuurlijk wel heel afhankelijk, ook van toeleveranciers. En u bent toeleverancier en heeft ook heel veel informatie over individuele boerenbedrijven. Waar zit dan toch de prikkel voor toeleveranciers, voor de voerfabrieken, zeg maar, om wel mee te denken met boeren als zij die transitie willen maken? Dank. Moment even. Nog iemand een vraag? Nee. Dan maken we de ronde in dezelfde volgorde voor de reactie op de gestelde vragen. Mevrouw Maai, gaat u gang. Ja, dank u wel. Dan eerst het antwoord op de vraag van de heer De Groot. Het antwoord op intensiveren en schaalvergroten is natuurlijk ook dat er voldoende grond beschikbaar moet zijn. Ik zou ook echt pleiten voor een grondfonds, wellicht vanuit de overheid. Om te zorgen dat de grond die beschikbaar komt, hè, dat is eigenlijk ook een beetje een antwoord op de vraag van de heer Boswijk, ook terecht blijft komen in diegenen die willen doorboeren. Grond en grond is echt een van de grootste vragen voor de komende tijd als het gaat op het agrarische gebied. Wat betreft de melkprijs, ja, die wordt internationaal bepaald. Hè? Dus dat weet u natuurlijk als geen andere, ook vanuit vorige functies. Dus daar zit het verdienmodel natuurlijk in. De vraag naar melk overigens blijft stijgen op dit moment. Dus het is een groeimarkt. En als ik het heeft over wat is ons programma, laat ik beginnen te zeggen dat zuivel een echt puur product is wat van nature heel veel ingrediënten in zich heeft. Dus als we gaan vergelijken met andere producten en kijken naar externaliteiten, dan zou ik daar echt graag een beter gesprek over willen voeren. Dus dat is één. Twee, we hebben als Friesland Campina een buitengewoon ambitieuze agenda als het gaat om die verduurzaamheidsagenda.
We hebben een aantal jaar geleden al vastgesteld met elkaar dat we 33% CO2 en footprint willen reduceren op het erf en 40% in de keten zelf, want we hebben een onderdeel van de keten. Nou, vorig jaar is er door Europa 35% neergezet in de farm-to-fork-strategie. We zaten daar dus eigenlijk al vlakbij een aantal jaar daarvoor. Dus wat dat betreft, als je kijkt naar... u heeft het over schade. Ik zou eerder willen zeggen, kijk naar hoe wij een ambitieuze agenda hebben en hoe we daar partners kunnen zijn, zodat dit mooie product ook voor Nederland behouden blijft voor de toekomst. Dan als antwoord op de heer Boswijk. Wat kunnen wij doen als Friesland Campina of voor boeren die geen opvolgers hebben? Ja, onze taak is het verwaarden van de melk van onze leden. Als wij een goede melkprijs kunnen bieden, een stabiele melkprijs, dan kan daarin geïnvesteerd worden door de ondernemers, ook op de lange termijn. Dus daar zit eigenlijk de eerste waarde voor ondernemers die willen blijven ondernemen. Maar als er geen opvolger is, ook voor degene die het zou willen overnemen, een soort garantie van een goede melkprijs is de basis voor de investering van elke agrarische onderneming. En daar zorgen wij voor. Op dit moment is die vrij hoog. Hij zit op gemiddeld 39 cent dit jaar. Laten we hopen dat het zo blijft. Want met de huidige kostprijzen voor de grondstoffen is het maar goed dat de melkprijs op dit moment hoog is. En je zou liever willen dat er meer geïnvesteerd kan worden op dat erf. Maar onze taak primair is die zorgen voor een goede melkprijs. En daar hou je de leden vitaal mee en kunnen ze ook investeren in de toekomst. Dank. Ik zie dat de heer er groot behoefte heeft, maar ik stel voor dat we even de ronde afmaken. En dan, als het tijd is, hebt u nog even de gelegenheid voor een verhelderingsvraag. Het woord is aan de heer Nink Blok. Dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Van Kampen over de kostprijs en hoe dat uiteindelijk bij de boeren terechtkomt. Wij maken afspraken met de boeren waarbij we alle duurzaamheidsinvesteringen die zij doen voor 100% compenseren. Dus wij betalen uiteindelijk, en wij geloven uiteindelijk in dat de consument ervoor moet betalen. Het is onze verantwoordelijkheid om te kijken in hoeverre we dat kunnen doorvertalen. Alle vragen die wij stellen aan de boer in elk geval 100% gecompenseerd wordt. Daarnaast spreken we met onze boeren af lange termijn contracten. Voor de meeste contracten binnen ons Beter Voor-programma hebben we contracten voor onbepaalde tijd met een lange opzegtermijn. Dat is echt ter bescherming van de boer wat dat betreft. Wij hebben niet de intentie om met ze te stoppen, dus wij gaan lange termijn met ze door. We hebben een afnamegarantie voor de producten die we afspreken met onze boeren. En al deze afspraken komen tot stand in klankbordgroepen binnen onze programma's. Dus daar zitten wij met onze partners in de keten, maar ook met boeren aan tafel. Dus elke klankbordgroep, elke keten heeft een eigen klankbordgroep. Daar zitten we met tussen de 6 en de 10 boeren of telers aan tafel. En daar maken we de afspraken mee. En dat is niet voor de vorm of voor de show. Daar wordt daadwerkelijk met elkaar besproken wat de impact is op de zaken die we met elkaar afspreken. De financiële impact en hoe we de compensatie daarvoor regelen. Misschien goed om één voorbeeld toe te lichten. Wij hadden een voorstel gedaan aan onze varkensboeren, onze 100 varkensboeren, voor een prijsmodel richting de toekomst. De internationale varkensprijs, die gaat zo. Wij hoeven niet te speculeren op de varkensmarkt. Dat is niet onze rol. Dus we hebben gezegd, we gaan een vaste prijs afspreken. Onze varkensboeren hebben in de klankbordgroep gezegd, dat willen we niet. We willen graag een deel vast en een deel variabel. En dat is de afspraak ook zoals we met ze hebben daar hebben rondgemaakt. Dat is enerzijds de afspraken die we met elkaar maken. En anderzijds zie je ook dat we in situaties terecht kunnen komen die wij niet hebben voorzien. En de voersituatie is er nu eentje. We hebben vorige week bekendgemaakt dat wij voor onze pluimveehouders de voerprijsstijging gaan compenseren. Dat is niet de eerste keer dat we dat doen. We hebben ook in de situatie bij de afwaardering van vrije uitloop-eieren naar scharreleieren gezegd, wij gaan niet afwaarderen in de prijs richting onze boeren. Want uiteindelijk willen we de rekening daarvoor niet daar neerleggen. Dus dat is onze manier om in elk geval voor te zorgen dat die keten sterk blijft en elke partij in die keten ook in elk seizoen, in elke situatie, een goed verdienmodel heeft. Ja, en dan zal ik meteen doorgaan naar de tweede vraag? Nou ja, de tweede vraag is, hoe doe je dat nou in een internationale markt? Ja, dat heeft te maken met de strategische keuze die wij maken. We zijn een Nederlands bedrijf en we geloven in onze producten van Nederlandse bodem. Je ziet ook dat de klanten daar heel veel behoefte aan hebben. Daar is ook veel vraag naar. En dat betekent ook dat we een lange termijn beeld hebben over hoe wij de producten op onze schappen zien. Als Nederlandse producten zoveel waar mogelijk. Als het niet kan, halen we het uit het buitenland. Dat betekent ook dat je een keuze maakt dat je soms wat minder verdient op een product. Als de concurrenten via internationale handel wel die producten kopen.
En soms wat meer in een goed seizoen bijvoorbeeld. Dat is het spel wat wij spelen. We verdienen niet op elk product evenveel. Soms is dat wat hoger, soms is dat wat lager. Soms verdienen we wat meer aan een broccoli, soms verdienen we wat meer aan een reep mars die we verkopen. Uiteindelijk gaat het er voor ons om dat we in totaal concurrerend blijven aan de ene kant, maar altijd ervoor kiezen om een goed verdienmodel te hebben voor onze boeren. En de verkoopprijs en de inkoopprijs staan wat dat betreft los van elkaar. Dank voor de toelichting. Ik stel voor... Mag ik ook reageren? Erop? Ja, heel kort, want ik probeer de tijd scherp in de gaten te houden. Nou ja, heel kort dan. Het is natuurlijk een goed concept, hè, wat Albert Heijn heeft. Maar het, geldt niet voor de hele zuivelketen nog. Hè. En daar zit natuurlijk wel de crux. Het gaat voor een aantal boeren. En ik zou graag zien dat ook retail voor alle tuinders en boeren die doen aan verduurzaming, diezelfde prijs ook betalen en ook zichtbaarder maken. En dat vond ik een goed voorbeeld. Van waar komen de producten nou vandaan? Als je ziet dat Frankrijk hele rekken heeft met eigen producten en daar ook meer voor wil betalen, dat hebben wij gewoon in Nederland te weinig. En dat zou ons ook helpen en onze boeren ook. Helder. Dank u wel. Dan de toelichting van, of de reactie van de heer Jonkman. Gaat u gang. Ja, dankjewel, voorzitter. Heer Van Kampen, specifiek denk ik als het gaat over de vraag die u stelt, is heel breed. Dus, maar ik probeer even wat toe te spitsen op het, en misschien ook aansluitend op dat. Het is natuurlijk het verhaal wat je vertelt. En ook het verhaal wat je vertelt dat de consument uiteindelijk ook doet besluiten om producten te kopen die onderscheidend zijn of een ander concept met zich meedragen. En dat is natuurlijk het voorbeeld van Albert Heijn 1. Andere kant zijn er natuurlijk ook concepten zoals bio die ook specifiek een verhaal hebben en meerwaarde hebben als het gaat over en gelooft en begrijpt een consument ook precies hoe het tot stand komt. Dat is één zaak. Dat is een stuk opluid, een stuk kennis, een stuk informatie die natuurlijk ook naar klanten toe moet komen. Daar hebben we denk ik ook nog een slag te maken als het gaat over het vertellen van ons verhaal. Andere kant, als het gaat over het circulair benaderen van de landbouw, waar u denk ik wat meer op doet, is het feit van, nou, dat we natuurlijk prima in staat zijn om heel veel grondstoffen die niet geschikt zijn voor humane consumptie tot waarde brengen in die voedselketen. En dat is de varkenshouderij bij uitstek denk ik een voorbeeld van als het gaat over het gebruiken van allerlei producten vanuit de voedselketen die niet geschikt zijn voor humane consumptie, weer tot meerwaarde te brengen en te brengen tot dierlijk eiwit. En dat is denk ik een heel sterk en onderscheidend eigenschap ook van de Nederlandse landbouw. Maar aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat we ook produceren in Nederland voor een belangrijk deel voor andere gebieden. En ons verzorgingsgebied is niet alleen Nederland. En dat zit ook een deel van het verhaal als het gaat over kunnen we aan de totale keten meerwaarde verdienen. Daar hebben ook meer mensen voor nodig dan alleen de Nederlandse afnemers. Dus eigenlijk hebben we ook een breder speelveld dan alleen de Nederlandse sector te behartigen. Omdat de ondernemers die in Nederland produceren een belangrijk deel, een groter verzorgingsgebied, bedienen. En je moet ook sterk kijken naar van waar worden producten geconsumeerd, waar worden ze gedeeld als het gaat over de oorsprong. Maar ook waar zijn de omstandigheden het meest ideaal om ze tot waarde te brengen. Dus die splitsing zullen we denk ik ook wat meer moeten aanbrengen als het gaat over de benadering van ons internationale systeem. En niet te veel focus op alleen Nederland, waar we natuurlijk wel primair voor opgesteld staan. Dus als het gaat over dat stuk, en bijvoorbeeld nou heel actueel natuurlijk, vandaag in de branche wordt gezegd van we hebben geen zonnebloemolie meer. Dat vinden we allemaal heel gek dan in één keer. Ja, uiteindelijk komen de zonnepitten voor een belangrijk deel uit Oekraïne. En op het moment dat de zonnebloemenpitten geperst worden en er wordt olie van geproduceerd, kunnen we zonnebloemolie consumeren. Aan de andere kant komt er een prachtig bijproduct uit dat heet zonnepitzaadschil, is op zonnepitzaadsgroot. Dat is uiteindelijk het overblijfsel vanuit de zonnebloemolieproductie. Dat wordt tot waarde gebracht in de dierlijke productie. En daarin zijn we supersterk. Dus laten we dat ook vooral vasthouden met elkaar. Dank voor de toelichting. Wij hebben inderdaad nog even de gelegenheid om de vervolgvraag van de heer De Groot aan te horen. Gaat u gang. Ja, want ik ben zeker fan van melk. Ik drink meer dan een liter per dag. Dus dat volle melk gewoon. Dus dat is niet de discussie. De discussie en die schade heb ik niet bedacht. Dat heeft PBL bedacht. En Friesland Campina heeft gewoon objectief gezien een deel van die schade. En ja, ik weet het niet wat mijn vrienden collega zeggen. Maar een bushokje laat je ook heel emoties op, maar de omgeving ook. En Friesland Campina heeft natuurlijk ook een tijd gehad waarin ze door echte innovaties en toegevoegde waarden met babyvoeding in China gewoon ontzettend veel geld verdienen. Daar gaat het om. En het gaat er niet om dat je zegt, ja, de vraag naar melk blijft stijgen, dus we blijven maar doorpompen ten koste van de omgeving in Nederland en ten koste van het boereninkomen. Dus mijn vraag is er nou niet aanleiding om toch kritisch te kijken naar
het verdienmodel en het effect van Friesland Campina, de kostprijsstrategie die er feitelijk heerst. Kijk, er is geen autofabrikant die net zoveel auto's produceert als dat de staal op de stoep wordt gezet. Maar dat doet Friesland Campina wel. Maar dan met melk. Mevrouw Meij, gaat u gang. Ik ben toch wel... Dit vraagt om een antwoord. Laten we beginnen te zeggen dat... ja, er vindt export plaats. Dat heb ik ook aangegeven in de position paper, hè, van de zuivel in totaal. Ongeveer driekwart wordt geëxporteerd naar het buitenland, waarvan het grootste gedeelte binnen Europa overigens. Hè. Maar we importeren ook driekwart. Dus het is nou eenmaal de economie die we met elkaar hebben afgesproken. Wij vanuit Friesland Campina hebben juist, niet omdat u dat wilt of iemand anders, een hele ambitieuze agenda vastgesteld om te kijken hoe we onze externaliteiten zo klein mogelijk kunnen maken. Hè? Dus dat zit op het gebied van de footprint, dat zit op het gebied van positieve impact op de biodiversiteit en nog een aantal van dat soort onderwerpen. Dat doen we niet vanaf vandaag, daar zijn we al wat langer mee aan de gang en daar willen we graag mee verder. Ook in samenwerking met de overheid. Dus als u zegt, pak het gezamenlijk aan, is het antwoord ja. En daar wil ik graag met u verder over in gesprek. Want we hebben wel een aantal dilemma's waar we tegenaan lopen. En daar kan ook een landelijke overheid een oplossing voor bieden. Maar wij hebben de mogelijkheden in huis om dat allemaal aan te pakken. En misschien toch een beetje reclame. De afgelopen 150 jaar hebben we bewezen om een mooi bedrijf te zijn, een Nederlands bedrijf. En dat willen we graag de komende 150 jaar ook volhouden. Dank u wel. De inhoudelijke reactie zal ongetwijfeld onderwerp van politieke discussie nog vele malen zijn. Maar dank voor uw reactie, voor uw toelichting ook, voor de position papers. Dank voor uw bereidheid om naar hier af te reizen, ons daarin op deze punten bij te praten. En... ik denk dat we de nodige verheldering hebben ontvangen in dit complexe, in deze complexe materie. Zeer bedankt voor de moeite. Ik schors deze vergadering voor enkele ogenblikken voor de wisseling.
Ik heropen dit ronde tafelgesprek. Heet onze gasten van harte welkom. Mevrouw Huert van de Rabobank. Mevrouw Westland van Autoriteit Consumentenmarkt. En de heer Hol van het omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Fijn dat u in de gelegenheid bent en de moeite wilt nemen om hier aan te schuiven. Om ons bij te praten over allerlei zaken. Dank ook alvast voor de position papers die toegezonden zijn. Het helpt ons om meer zicht te krijgen en grip te krijgen op de problematiek waarmee we op dit terrein te maken hebben. Ik geef als eerste mevrouw Wert graag de gelegenheid om gedurende 2 minuten... Ik zal... Oh, u hebt al 3 gekregen. Ik wilde juist de milde voorzitter uitstralen door u 3 minuten te geven. Maar helaas, dat was al weggegeven. Maar niettemin, u bent van harte uitgenodigd om uw bijdrage te leveren. Dank. Dank u wel. Rabobank staat voor een toekomstbestendige sector in een omgeving waar verantwoord en duurzaam kan worden geproduceerd. Basis daarvoor is een voldoende verdienmodel voor de ondernemer. Alleen dat zal de transitie en verduurzaming kunnen versnellen. Als Rabobank zetten we ons in via producten, proposities, fondsen en partnerships. We kunnen dit echter niet alleen en hebben de sector en ook de overheid nodig de transitie van de grond te krijgen. Rabobank ziet een 3-tal knelpunten bij de financiering van die transitie. Want de uitdagingen zijn groot. Voldoende goed en duurzaam voedsel produceren met oog voor dier, milieu en klimaat. Uitgangspunt om dit te doen is dat agrarische ondernemers een voldoende verdienmodel hebben. Zij moeten immers investeren in de transitie. Dit staat echter al jaren onder druk en vandaag de dag wordt nog meer aangetoond dat de sector zich kenmerkt door hoge kostprijzen, lage marges en een hoge kapitalisatiegraad. Wat zijn dan die grootste knelpunten? De vergunningen, de zogezegde pasmelders die niet over een geldige vergunning beschikken, blijft voor ons een groot zorgpunt. Het hebben van een vergunning is een vereiste voor financiering en daarmee de voortgang van de transitie. Extensiveren, heel belangrijk voor Rabobank, maar extensiveren heeft een lagere productie en zo een lagere opbrengst tot gevolg. Gestegen grondstof- en energieprijzen. De huidige energieprijzen hebben tot gevolg dat bedrijven niet langer rendabel kunnen produceren. De hogere prijzen zijn niet door te berekenen. Het gevolg is dat bedrijven stoppen of failliet gaan en hiermee komt de energietransitie in 1 keer tot stilstand. Het geldt overigens ook voor de visserij, de veehouderij, akkerbouw en pluimveesector die hogere grondstofprijzen hebben. Wat doet de Rabobank dan? Rabobank is een voed- en agribank en wij zijn ons bewust en we zijn dat ons heel bewust en we hebben daarom ook een grote verantwoordelijkheid in die transitie. Zo beoordelen we duurzaamheidsprestaties van onze klanten op klimaat, energie, dierwelzijn, bodemgebruik, biodiversiteit en maatschappelijke en sociale thema's. Op basis van deze resultaten worden klanten ingedeeld en beloond. Dit zal meer en meer gemeengoed worden. Daarnaast hebben wij als bank een groot aantal fondsen, leningen en proposities waar wij aan bijdragen. Wij ontwikkelen en betalen mee aan onderzoeken en instrumenten om bijvoorbeeld biodiversiteit en grondgebruik te meten. En een voorbeeld van een fonds is momenteel het Asbestfonds, waar Rabobank samen met Univé, Green Choice en Middendorp asbestdaken vervangt door zonnepanelen zonder kosten voor de ondernemer. Een mooi voorbeeld van een partnership is waardecreatie in ketens. Samen met LTO en NIAK werken we aan een primaire agrarische sector die waarde toevoegt aan de keten. Ketendenken is essentieel. We moeten het samen doen, met de sector en de overheid. En wij vragen aan de overheid om zich in te zetten voor de volgende punten. Fiscale knelpunten oplossen voor stoppende boeren. Als Rabobank helpen en begeleiden wij onze klanten die willen stoppen. Dit is essentieel om de transitie verder invulling te geven en ook om ruimte te creëren. Wij zien echter dat dit niet altijd even soepel loopt als gevolg van fiscale knelpunten. Investeer nog meer in innovatie. De land- en tuinbouw is groot geworden door innovatie en kennis. Niet alleen saneren, maar innoveren kan ook een grote bijdrage doen aan de noodzakelijke transitie. Wij zien dat er veel geld naar stoppers gaat. Echter, de blijvers geven de transitie invulling en hebben dit geld hard nodig. Dank u wel. Dank u wel voor uw heldere statement. Dan is het woord nu aan mevrouw Westland. Gaat uw gang. Ik ben Anne Westland, ik ben manager bij de Autoriteit Consumentenmarkt bij de directie Mededinging. Ik vervang Carolien Wolberink, die hier eigenlijk op de agenda stond, maar helaas verhinderd is.
Ik heb de agro-nutri-kant ook vanuit onze directie in mijn portefeuille. Dus vanuit die hoedanigheid zit ik hier. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. De ACM ziet met dat doel toezicht op onder meer de Europese en Nederlandse mededingingsregels, wetgeving op het gebied van consumentenbescherming en bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, waaronder ook de recent ingevoerde wet oneerlijke handelspraktijken landbouw. En we zijn ook sectorspecifieke toezichthouder op het gebied van energie, telecom, vervoer en post. De ACM voert ook marktstudies uit op uiteenlopende onderwerpen, waaronder ook de agronutri-monitor die wij verrichten op verzoek van NNV. Dat is een prijsmonitor gericht op reguliere, gangbare en duurzame landproductie. En eigenlijk staan twee onderwerpen daarin centraal. Allereerst de prijsontwikkeling in de keten van landbouwproducten voor de reguliere en voor de duurzame productie. En de verdeling tussen de diverse schakels in de keten. En daarnaast de mogelijke belemmeringen die er zijn voor primaire producenten bij de omschakeling naar duurzame landbouw. De ACM heeft in 2020 en 2021 de eerste en de tweede monitor opgeleverd. En as we speak werken we aan de derde monitor. Een aantal conclusies uit de tweede monitor wil ik graag voor het voetlicht brengen. Markten werken over het algemeen goed. We zien geen structureel marktfalen. En bij marktfalen kunt u denken aan bijvoorbeeld marktmacht of hele hoge toetredingsdrempels. Als het gaat om de verdeling van de marges in de keten, dan zie je dat het aandeel van de primaire producent in de bruto marges varieert van ongeveer 20% tot 60%. Dat is best wel een verschil dus per product. Bij het ene product zie je dat de verdeling redelijk gelijk is en je ziet dus ook uitschieters naar boven en eronder. Voor vrijwel alle producten die wij hebben onderzocht is het aandeel van de bruto marge voor de primaire sector bij biologische producten hoger dan bij gangbare producten. Nou, als het dan gaat om de omschakeling naar duurzame productie, dan zijn de investeringen voor de primaire keten om te schakelen fors, substantieel, maar niet onoverkomelijk. Wat staat dan wel eigenlijk met name aan de omschakeling naar duurzame productie in de weg? Wat ons betreft, zoals blijkt uit ons onderzoek, de beperkte vraag en de geringe betalingsbereidheid van consumenten. En dat is ook een onderwerp waar we in onze derde monitor nader onderzoek naar zullen doen. Dank u wel. Wilt u de microfoon even sluiten? Dank. Dan is nu het woord aan de heer Hol voor zijn bijdrage. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik ben Casper Hol. Ik werk bij het ministerie van LNV. Dus u bent gewend om hier met mijn politieke baas van gedachten te wisselen. Ik denk om weer van de tijd dat het dan ook handig is dat ik niet ga herhalen wat in verschillende Kamerbrieven de afgelopen jaren rondom het omschakelprogramma met u is gedeeld. Dus ik denk dat het dan handig is dat ik dan vragen daarover kan beantwoorden, anders ga ik denk ik het bekende verhaal herhalen. Misschien uitzoomend wel even goed. Hè. Allereerst ben ik heel blij met dit initiatief. Dit toont aan het belang van dit thema, wat we enkele jaren al zeg maar, bovenaan onze beleidsagenda hebben. Sinds we de transitie tot de politieke topprioriteit hebben bestempeld, is de financieel-economische discussie over die transitie heeft meteen zijn kop opgestoken. Er zijn allerlei mooie rapporten over geschreven. U heeft eerder vandaag daar ook Hester Maaij, Vert Kroon en anderen over gehoord. En wij hebben om die reden een agrarisch ondernemerschapsagenda opgesteld die via verschillende pijlers werkt aan het versterken van het verdienvermogen. Via het stimuleren van ondernemerschap, via het belonen van publieke diensten, via het versterken van de marktmacht via het creëren van een gelijker speelveld. En daaronder vallen allerlei instrumenten en beleidsinitiatieven. En één daarvan is het omschakelprogramma Duurzame Landbouw, waarin we inderdaad de financiële prikkels om tot die omschakeling naar een stikstofarmer en duurzame landbouw te komen proberen enigszins te corrigeren. Er zitten vier pijlers in het omschakelprogramma, waarvan de meest zichtbare op dit moment het investeringsfonds is, waar nu een pilot voor loopt van 10 miljoen. En dat loopt vrij goed via het Nationaal Groenfonds, waar we dus nu concreet aan het leren zijn hoe we op basis van criteria vooraf
kunnen selecteren op omschakelprogramma's en daar dus als overheid borg kunnen staan voor de risico's, zodat de financiering uit de markt eenvoudiger voorhanden is voor die omschakeling. Met uiteraard als voorwaarde, zoals mevrouw Van Uwet van de Rabobank al zei, dat daar een duurzaam verdienmodel voor die agrariër in zit. En dat hangt af, dat verdienmodel, van de hele keten. Consument, waar collega Westland van ASM al over sprak, tot aan de eerste afnemer naar de producent. Al die ketenpartijen hebben daar een gelijke verantwoordelijkheid en een rol in. Vandaar ook dat het coalitieakkoord het over die ketenaanpak heeft, waar we binnenkort ongetwijfeld meer over zullen horen. Daar wou ik het voor nu even bij laten, voorzitter. Dank voor uw toelichting. Dan gaan wij nu de collega's langs voor hun vragen. Om te beginnen de heer Van Kampen namens de VVD. Gaat uw gang. Voorzitter, dank. En ook dank aan de toelichtingen op de materie zoals u die alle drie heeft gegeven. Ik heb een vraag aan mevrouw Van Huet. Want u beschrijft in het eerste deel van uw pitch eigenlijk volgens mij een hele treffende beeld van de probleemstelling. Tegelijkertijd is de Boerenleenbank natuurlijk ook wel al ruim 100 jaar een vitale schakel in die keten. Dus de keten zoals die nu is, ja, daar heeft u natuurlijk ook als Rabobank een ongelooflijk belangrijke aandeel in. En ik zou u willen vragen, hoeveel risico is Rabobank bereid om te nemen bij individuele boeren die hun bedrijf willen verduurzamen? Hoeveel risico is bereid om Rabobank daarbij te nemen? Want ik hoor nu nog te vaak in gesprekken met boeren dat ze zeggen, ja, wij willen best extra financiering voor de verduurzaming van mijn bedrijf. Maar ik krijg dan altijd het antwoord, automatische antwoord, dat mij wordt gevraagd om mijn bedrijf te intensiveren. Meer dieren in de stal. Dus hoe ziet Rabobank dat? En hoe gaat u daarin ook aan die kant staan die leidt tot verduurzaming van onze mooie agrarische sector? Dank. De heer De Groot namens D66. Ja, dank voorzitter en dank aan de inleiders. Ik heb ook een vraag aan de Rabobank, mevrouw Van Huet. Want u schetst inderdaad dat boeren last hebben van een hoge kapitalisatiegraad. Ik denk dan, hoe komt dat? Maar het is ook feit dat al het vorige regeerakkoord, of in ieder geval de uitwerking daarvan, de nota van minister Schouten zei dat het huidige landbouwmodel geen toekomst meer heeft. Dat is nogal een uitspraak. Of niet meer houdbaar is, staat er. Dus in dit coalitieakkoord is een transitie neergelegd naar kringlooplandbouw. Er is ook gezegd dat partijen rond die boer daar een niet vrijblijvende bijdrage aan moeten gaan leveren. Maar er wordt ook 25 miljard belastinggeld uitgetrokken om die sector die te ver was doorgeschoten, en waar de Rabobank natuurlijk door met die hoge kapitalisatie ook een bijdrage aan heeft geleverd, om die, ja, even plat gezegd, toch voor een deel te saneren. En als ik u hoor praten, dan hoor ik nauwelijks reflectie daarover. We zijn dus eigenlijk, en ik zeg het even heel plat zo, hè, in de beslotenheid van deze zaal, maar het is eigenlijk een bad bank. U bent doorgegaan met investeren in een sector die geen toekomst meer heeft. In ieder geval een landbouwmodel wat geen toekomst meer heeft. En u doet allemaal mooie dingen en natuurlijk stelt u steeds meer voorwaarden aan nieuwe leningen. Maar een laag eronder is toch wel ernstiger. Dus ik ben benieuwd naar uw reflectie daarop. Dank. Dan is nu het woord aan mevrouw Van der Plas namens BBB. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. En excuses dat ik iets later aansloot bij de ronde tafel. Dat was in verband met een andere vergadering. Ja, ik had eigenlijk een vraag voor mevrouw Westland. En misschien ook wel voor de heer Hol. Maar in eerste instantie mevrouw Westland. In Duitsland hebben ze jaren geleden een systeem bedacht en succesvol uitgevoerd. En dat heet Initiatieve Tierwohl. Dat is een fonds waarin supermarkten eigenlijk geld inleggen en als boeren voldoen aan bovenwettelijke maatregelen. En aan hoe meer ze voldoen, hoe meer ze uit dat fonds kunnen krijgen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de weerwar aan allerlei keurmerken wat minder werd. Maar ook dat boeren dus echt beloond werden vanuit de supermarkten voor hun inspanningen op het gebied van dierenwelzijn en milieu.
En nou zou ik graag ook zo'n soort systeem in Nederland krijgen. We hebben daar ook in ons verkiezingsprogramma een en ander over geschreven. Ik heb begrepen, daarom sprak de heer Hol ook even aan, dat mevrouw Schouten, de vorige minister van Landbouw, met zeer veel interesse ons verkiezingsprogramma had gelezen, op specifiek ook dit punt. Maar ik vroeg me eigenlijk af, hoeveel kans maakt dat? Is dat überhaupt, ja, kan dat, hè? Dan heb je dan niet te maken met prijsafspraken. En ik wil gewoon eigenlijk wat verder gaan met dat fonds, want ik zie wel degelijk veel in innovaties. Maar misschien kan mevrouw Westland daar iets over zeggen, hoe ze daar tegenaan kijkt. Dank u wel. Dank. Het woord is aan de heer Boswijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind het een hele goede vraag van mevrouw Van der Plas, want die lag eigenlijk ook op mijn lippen. Want ik geloof heel erg dat wij meer maatschappelijke diensten moeten gaan vergoeden die niet uit de markt komen. Maar er zijn toch behoorlijk wat belemmeringen. Maar ik sluit me toch even aan bij de collega's van Kamp en De Groot met mijn vraag richting mevrouw Van Huet. Ik zal niet zo ver gaan dat we spreken over een bad bank. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat de Rabobank heel erg nodig is. Maar ik onderschrijf wel wat ook collega Van Kampen zei. Ik kom bij heel veel boeren die zeggen inderdaad, joh, wij willen stappen zetten. En we hebben het al helemaal uitgedacht. Maar de bank helpt niet mee. En ik vind het toch te ver gaan als wij als overheid op moeten draaien voor wat marktfaal is. Ik denk dat we voor een deel zijn we daartoe bereid, omdat wij ook als consument daar een verantwoording in hebben. Maar ik vind het terecht als wij als overheid zeggen, we steken 25 miljard om een sector weer toekomstbestendig te krijgen, dat de toeleveranciers en ook zeker een Rabobank daar zijn verantwoording in neemt en dan met aantrekkelijke lening komt voor mensen die stap willen maken en in sommige gevallen ook zal moeten gaan afschrijven als daar pijnlijke besluiten moeten worden genomen. Hoe kijkt u daaraan? Dank. Dan zou ik mijn vraag willen richten aan de heer Hol. En dat betreft dat innovatiefonds. We horen van verschillende kanten, ook van de zijde van de Rabobank, van ja, investeer vooral in die innovatie. Hè? Want die innovaties, de blijvers, die moeten de innovaties gaan realiseren. Als je naar de budgetten kijkt, dan is het overgrote deel gereserveerd voor opkoop en uitkoop. Zou u daar uw reflectie op willen geven? Is het denkbaar om het accent meer te richten op innovatie in plaats van opkoop? Het lijkt een politieke lading te hebben, maar ik bedoel dit echt gewoon beleidsmatig. Gezien vanuit het belang van de sector, van voedselvoorziening enzovoorts. Dan zou ik de gasten willen uitnodigen om op de vraag te reageren. En ik begin bij mevrouw Van der Wet. Gaat uw gang. Dank u wel. Dank jullie wel voor de vragen. Allereerst de vraag over eigenlijk de boerenleenbank die een vitale schakel is in de keten met het financieren ervan. Het verduurzamen en dat er te vaak wordt gezegd de bank wil niet mee. Ik denk wel dat het interessant is om te weten, en dan kom ik toch bij het verdienmodel uit. Misschien wel goed om te weten, van de ruim 4000 gecertificeerde bedrijven in Nederland op biologisch financieren wij daar meer dan 76%. Waarom ik dat toelicht is dat wij heel graag deze bedrijven willen financieren. Maar uitgangspunt moet blijven een gezond verdienmodel. Dat is niet alleen voor de bank, maar dat is ook vooral voor de ondernemer. Want als die transitie door moet zetten, dan heeft hij dat geld ook nodig. Dus wat gaan wij doen? Wij zijn ook bezig, en dan kom ik eigenlijk ook al een beetje op de vraag van de heer Boswijk. Wij zijn aan de ene kant, wat ik net al zei, bezig om die sector mee te nemen in welke eisen worden er gezet. Wij doen dat per sector, welke duurzaamheidseisen of normen gelden daar. Daar zijn wij bezig op het moment dat mensen na investering bijvoorbeeld koploper zijn of koploper worden. Dan krijgen zij korting op de financiering wat op dit moment in de melkveehouderij al uit wordt gevoerd.
Drie andere sectoren gaan dit jaar daar ook in mee. En volgend jaar gaan de drie andere sectoren daarmee. Dat is één. Dus dat is direct waar een ondernemer vindt. Daar hebben wij ook andere leningen op. Innovatieleningen, impactleningen, groenfinancieringen. Even, dat is wat een ondernemer direct... maar waar wij wel normen zetten over wat wij verwachten... waar die naartoe gaat bewegen. De tweede is, als je kijkt, wat doet de bank met ook transitiefondsen... De bank is eigenlijk heel erg... wij zijn natuurlijk een maatschappelijke en een coöperatieve bank. Wij hebben geen aandeelhouders en wij zijn juist naar het maatschappelijke aan het kijken. En zo zijn wij in een heel aantal fondsen bezig om die transitie ook invulling te geven. Daar zetten wij het risicodragend kapitaal in. Bijvoorbeeld herontwikkeling tuinbouwsector. 60 miljoen voor aan- en verkoop en het nieuw ontwikkelen van de sector. De tweede, de coalitie Vitale Varkenshouderij. Daar zitten ook miljoenen in. Onderzoek, maar ook voor de ondernemers om ze die transitie door te brengen. Misschien het asbestfonds waar ik het net over had. Boeren die hun asbestdak kwijt willen, die financieren wij, die hebben geen financiering bij ons. Wij halen samen met Unive en Green Choice de daken eraf en zetten er zonnepanelen op. En er zijn geen kosten voor de ondernemer. Dat kost een ondernemer gemiddeld €350.000. Daar zit natuurlijk een... en we zijn nu aan het bezig, want dat hebben we gewoon nu in de pilot uitgezet. We zijn nu met meerdere partijen bezig hoe we dit uit willen werken, omdat het een groot succes is. Een transitiefonds op gebiedsgerichte aanpak zijn we bezig met provincies. Maar wij hebben ook invulling nodig vanuit de overheid. Ja, want je ziet ook dat provincies wat terughoudend zijn. Want wat is nou precies de norm en waar leidt het toe? Daar hebben wij ook behoefte aan. Maar daar zitten ook honderden miljoenen aan fondsen achter. En tot slot zijn we bezig met een groot transitiefonds, waar eigenlijk, als je weet wat die normen zijn, dat ondernemers daar ook gebruik van kunnen maken. Dus en misschien wel goed te weten, dit is allemaal risicodragend kapitaal. Dus als het niet terugkomt, dan is dat risico voor de bank. Dat even als wat wij willen. Dus wij willen wel degelijk juist mee in die transitie. En onze ondernemers daarin ook begeleiden. En ook wetende dat de versnelling moet komen door te zeggen... je moet op de norm, is eigenlijk niet de norm om uit te breiden. Want we weten ook dat de koploper van vandaag... is misschien wel het gemiddelde van volgend jaar. Dus daar moet je wel goed naar kijken. En dan de heer... De Groot over waarom hebben jullie doorgefinancierd. Ik zou bijna zeggen dank voor deze reflectie. Ik denk dat deze reflectie voor meerdere partijen van toepassing is. Maar voor ons is het wel belangrijk dat als we naar het verleden kijken... dat de bank op dat moment geacteerd heeft met de kennis van toen. Achteraf zeggen we dan... Dat was niet handig, want we komen nu voor een transitie... dat we moeten allerlei dingen aanpassen. Dus ik denk dat op zich is dat natuurlijk achteraf altijd makkelijk zeggen. Aan de andere kant dat de minister kwam van dat dit niet... wij gaan voor verantwoord produceren en een duurzame sector. Op dat moment dat kwam, eigenlijk daarvoor al... wij zijn al sinds 2016-17 bezig met een duurzaamheidsmatrix. U weet daar denk ik ook van, want u heeft daar een presentatie van gehad. Daarin zijn wij juist bezig om kringloop, om circulair, om energie... en dierwelzijn, biodiversiteit, invulling te geven. Dat doen we dus eigenlijk al jaren. Alleen ook daar, wij werken daar samen met de sector... Wij gebruiken de normen die in sectoren ook van toepassing zijn... want het heeft geen zin om je eigen normen te bedenken. Maar wij hebben daar bijvoorbeeld, en dan naar de toekomst... ook behoefte aan een certificeringssysteem. Want is het nu goed? Vindt de overheid dit ook goed? Daar lopen we ook nog wel eens tegenaan. Maar we zijn wel degelijk heel hard bezig om die transitie invulling te geven. En in het verleden het financieren van deze sector... dat heeft iedereen gedaan met de kennis van toen... En ik denk dat je dat niet achteraf kunt zeggen van dat we dus een bad bank zijn. Ik vind dat toch wel iets te ver gezocht. Dank voor uw reactie. Misschien wilt u de microfoon het zwijgen opleggen. Dan is nu het woord aan mevrouw Westland voor de beantwoording van de vraag die aan haar gesteld is. Ja, beantwoord u de vraag van mevrouw Van der Plas. Wat samenwerking betreft en wat kan er... Misschien nog wel meer op grond van de mededingingsregels dan wel eens wordt gedacht.
Zowel als het, nou, als het gaat om afspraken die geen invloed hebben op de concurrentie. Dus bijvoorbeeld, puur gaat bijvoorbeeld om geldverstrekking of iets dergelijks. Dan, bedrijven kunnen gewoon met elkaar blijven concurreren. Dan is er sowieso geen sprake van strijd met de mededingingsregels. Dus dan zijn we snel klaar, om maar zo te zeggen. Ook als er wel invloed is op de concurrentie, dan alsnog biedt het mededingingsrecht ook voor duurzaamheid mogelijkheden om samen te werken. En interessant wellicht in dit kader is ook een nieuwe Europese regelgeving die sinds kort pas in werking is, die ook mogelijkheden biedt voor duurzaamheidsinitiatieven en duurzaamheidsafspraken voor bovenwettelijke normen. Belangrijk daarbij is dat er een soort noodzakelijkheidscriterium geldt, waarbij je dus ook moet zeggen van nou, zo'n afspraak is nodig en er zijn geen andere minder vergaande maatregelen die mogelijk zijn. Maar er zijn dus er zijn mogelijkheden om samen te werken. En de ACM staat ook open voor guidance op dit punt. En om met nou ja, zowel het ministerie, maar ook met bedrijven mee te denken van oké, deze ideeën zijn er op basis van een zelfassessment en dan mee te denken en mee te kijken welke haken en ogen zouden hier aan kunnen zitten, maar ook wat is wel mogelijk. Dank. Dan is nu het woord aan de heer Hol. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. Misschien inderdaad nog heel kort ook even op de vraag van mevrouw Van der Plas. De uiteindelijke vraag hoeveel kans maakt een dergelijk instrument is wellicht een politieke vraag, dus daar zal ik me dan misschien niet mee bezighouden. Maar in het coalitieakkoord staat wel een haakje, staat een referentie aan het onderzoek naar rol van de consument in de verduurzaming van het voedselsysteem. En dat is waar een tierwelinitiatief en vergelijkbare initiatieven over gaan. En dat betekent dat we dat onderzoek ook gestart zijn ambtelijk. We zijn aan het kijken wat daar zou kunnen. Dus dat biedt wellicht grond voor een politieke discussie verderop in de tijd. Binnen de context zoals de ACM die uiteraard heeft aangegeven. Dan over de vraag van de heer Bisschop over innovatie versus opkoop. Of met een andere framing misschien stoppers versus blijvers. Is al eerder gezegd, de transitie in het voedselsysteem gaan we niet realiseren door alleen maar een deel te laten stoppen. Dat is evident. Dat betekent dus ook dat de middelen die er nu zijn zo goed mogelijk moeten worden verdeeld over de doelstellingen. We proberen integraal beleid te maken. Enerzijds hebben we natuurlijk te maken met een acute stikstofproblematiek, waar acute maatregelen noodzakelijk voor zijn. Anderzijds staan we nog steeds aan die lat voor die langlopende transitie naar een duurzaam en volhoudbaar voedselsysteem. Dat betekent dus dat we die beide doelstellingen in balans moeten zien te krijgen. Uiteindelijk is de vraag hoeveel geld je voor de een en voor de ander wil reserveren een politieke vraag. Maar het is evident dat er ook middelen nodig zijn, ook publieke middelen nodig zijn, om de transitie met de blijvers door te maken. Ik zeg daarbij ook publieke middelen, want dat is niet een exclusieve rol voor de publieke sector. Hè. Het is evident dat wij de boeren als gaarse ondernemers zien en de ketenverantwoordelijkheid heb ik eerder benoemd. Maar bijvoorbeeld het omschakelprogramma richt zich nou juist met publieke middelen op het ontsleutelen van de private middelen om die transitie mee te maken. Ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid is natuurlijk aanzienlijk vergroend om met publieke middelen die de vergroening en de transitie van de blijvers te ondersteunen. En zo zijn er ook specifieke subsidie-instrumentarium en gaat er veel publiek geld naar onderzoek en innovatie, onder andere via Wageningen Universiteit, om inderdaad die innovatie en het hoogwaardige kennissysteem wat we in Nederland hebben leidend te laten zijn in de transitie, zowel in Nederland als daarbuiten. Dank, voorzitter. Dank voor de reactie en de reflectie op de gestelde vragen. Ik kijk even naar de klok en wil nog wel de gelegenheid geven om, als daar behoefte aan is, nog een vraag te stellen. De heer Van Kampen, voor de gang. Dank u wel voor het antwoord. Toch een vervolgvraag aan mevrouw Van Huet. En dank ook voor het beschrijven van de dingen en de zaken waar u als bank wel ook mee bezig bent. En dat is goed om te vernemen. Tegelijkertijd denk ik, en u beschrijft de biologische sector, wat daar allemaal voor is georganiseerd en wat daarvoor mogelijk is. Maar volgens mij zit juist de sleutel in het verduurzamen ook van de gangbare schakel in de landbouw. Wat doet de Rabobank om juist ook de gangbare groep boeren, toch het overgrote deel waar op dit moment nog actief is, om ook het gangbare deel van de boeren, zonder dat ze dat stikkertje biologisch
hoeven te hebben, maar gewoon een gangbare boerenbedrijf wat graag wil verduurzamen. Wat doet de Rabobank voor zo'n bedrijf? Zou mijn vraag zijn. Nog een nee, geen andere vragen. Mevrouw van der Wit, gaat u gang. Dank u wel. Eigenlijk wat ik net beschreef, ten eerste aan de fondsen, maar ook als we het hebben over de duurzaamheidsprestaties en de normen die wij zetten, die gelden juist ook voor die gangbare bedrijven. Dus ook de kortingen. Dus als je daar aan voldoet, dan krijg je, krijg je kortingen bijvoorbeeld in je rente. We hebben daar bepaalde leningen voor. Daar hebben we ook fondsen voor. Dus die dingen die ik net benoemde, die gelden juist ook voor gangbaar. Want juist die gangbare bedrijven, die moeten die stappen maken. Maar daar zetten we dus de normen voor. Maar waar het probleem vaak zit in de overgang, is vaak de verdienmodellen, bijvoorbeeld naar biologisch of andere vormen van land- en tuinbouw. Dus daarom benoemde ik dat van, dat doen we. Wij moeten daar overigens ook stappen in zetten. Als je kijkt naar biologisch of andere vormen, want dat is ook met elkaar ontginnen. Van wat betekent dit voor zo'n bedrijf. We zijn juist ook aan het kijken om dit soort bedrijven door een dal heen te financieren, zoals wij dat zo mooi zeggen. Wij zien vaak dat bedrijven de eerste jaren niet rendabel zijn, maar bijvoorbeeld als ze poten hebben wel. Daar zijn wij bijvoorbeeld ook mee bezig om dit soort bedrijven te helpen. En op gangbaar stellen wij normen in de duurzaamheidsprestaties waar ik het eerder over had. Dat geldt ook of juist voor de gangbare bedrijven. Oké. Dank voor uw komst naar hier, voor uw toelichting, voor de reactie op de vragen. Dat helpt ons echt om in deze hele complexe materie het beeld verder te verfijnen. En dat heb je nodig voor verstandige besluitvorming. En die discussie die voeren wij dan met ons allen. Zeer bedankt. Voorzitter, ik moet er eventjes tussenuit, maar ik kom weer terug. Dus. Ja, wij schorsen nu. Dat had ik even moeten melden. Ik schors even tot 12 uur. En dan zullen we vervolgens proberen uw afwezigheid hier manmoedig te dragen.
Ik heropen dit rondetafelgesprek. Heet u allen van harte welkom. In het bijzonder onze gasten. En ik moet een aantal collega's verontschuldigen. Er zijn zo na zo'n verkiezingsdag zijn er allerlei hectische dingen die ook door fracties worden georganiseerd. En, de heer Boswijk laat zich verontschuldigen. De heer Thijssen die heeft fractieactiviteiten. De heer De Groot liet zich voor een moment verontschuldigen. Misschien dat hij later nog binnenkomt. En mevrouw Bromet is wegens persoonlijke omstandigheden afwezig. Dus wij zullen proberen met ons drieën het u niet moeilijk te maken, maar wel u de gelegenheid te geven om de zaken in te brengen die u graag naar voren zou willen brengen. Ik geef als eerste het woord aan de heer Van der Tak. Gaat uw gang. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid om met u het gesprek aan te gaan over verdienvermogen van onze agrarische ondernemers. En ik denk dat u een mooie ronde tafel met deze personen hebt uitgezocht. Waarvoor dank. Boeren en tuinders hebben volgens mij al decennia te maken met gelijkblijvende opbrengsten en stijgende kosten. En als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar, hadden ondernemers eigenlijk twee bedrijfsstrategieën. 1. Je reduceert de kosten door een hogere efficiëntie. Of je vergroot je bedrijf en brengt zo de kosten per eenheid product omlaag. In beide strategieën waren Nederlandse boeren en tuinders echt toppers in heel Europa. En daarmee succesvol. Maar beide strategieën lopen nu tegen hun grens aan. Het inkomen kan alleen op peil blijven alsof de markt mee gaat betalen voor de extra inspanningen, veelal op het terrein van duurzaamheid, maar ook van kwaliteit, of dat de samenleving meer gaat betalen voor maatschappelijke diensten. LTO heeft ook zelf de handschoen opgepakt vorig jaar, 2 april 2021, om het verdienvermogen te versterken. Met het project waardecreatie in ketens. En de eerste twee grote supermarkten, dat mag ik hier best zeggen, verdienen een compliment dat ze daarbij het voortouw hebben ingediend. Albert Heijn, het grootste marktaandeel, en Jumbo daarna. En ja, ook op dat terrein hebben banken met ons meegedacht. En werken met ons mee. En wij doen dat met alle vakgroepen, maar nog een veel bredere vertegenwoordiging op het moment dat het ook mogelijk is dat zij dat zelf willen. En we willen daarmee uitbouwen van ketens, supermarktketens. Van begin tot het eind. Inmiddels zitten wij om tafel en ik met alle supermarkten. Overal zijn we binnen. Voor afspraken te maken met die supermarkt. En ik noem er drie. Bijvoorbeeld met Weidegang Melk. Betere prijs. Betere lijn. Een zeer goede prijs. Momenteel in die hele moeilijke situatie van de eieren. Van de pluimveehouderij. Ook in deze situatie van ophokplicht. En langdurige contracten bij duurzaamheidseisen. Dus niet 1 jaar als je eigenlijk voldoet, maar als je een aantal jaren, laten we zeggen, voldoet aan die duurzaamheidseisen, krijg je een langer contract. Niet een 3-jarig, maar zelfs een 5-jarig. En onder moeilijke omstandigheden, laten we zeggen, zie je dat ook gaan. En in dat kader, bijvoorbeeld, Albert Heijn gaat zo van ongeveer 368 boeren vorig jaar naar meer dan 1000 boeren vandaag. Boeren en tuinders moeten keuzes maken welke koers ze gaan nemen. De een kiest voor de wereldmarkt, de ander voor de niche, een derde voor een gesloten keten en een vierde voor een natuurinclusief boeren. Dit maakt het lastig te spreken over het geheel van de Nederlandse boer. Dat is niet één boer. Er is een grote en groeiende diversiteit aan bedrijven, elk met een eigen verdienmodel. De uitdaging voor onze ondernemers is dat ze hier een bewuste keuze in maken. De uitdaging voor de overheid is dat ze steun en ruimte geeft aan deze diversiteit. Concreet vragen wij volle steun, ook beleidsmatig, voor vormen van ketensamenwerking. Ruimte voor sectorbrede duurzaamheidsinitiatieven en dus meer ruimte in mededinging. En het derde punt, langjarige beloning voor groen-blauwe diensten, voor landschaponderhoud, maar ook daarmee om investeringen uiteraard te kunnen doen. En dat waren mijn bijdragen.
Dank u zeer. Het woord is aan mevrouw Staat. Gaat u gaan. Dank u wel. Rosemarie Staat, bestuurslid Bionext. En bedankt dat we hier aan kunnen deelnemen. Biologisch is een bewezen verdienmodel met verankering en waarborging in wetgeving, al sinds begin jaren 90. Met een sterk Europees keurmerk. De biologische landbouw gaat uit van een systeembenadering. En hierin zitten de principes van biologische voedselzekerheid, ecologische houdbaarheid, gezondheid en eerlijke ketens verankerd. De biologische landbouw levert hiermee een belangrijke bijdrage, passend bij de transitie naar een gezond en duurzaam landbouwsysteem met zorg voor bodem, biodiversiteit en klimaat. Middels dit keurmerk waarborgen de ketenpartijen een verduurzaming van het voedselsysteem, de gehele keten, met een meerprijs voor de boer. En daar is de biologische sector uniek in. Er is vertrouwen in het keurmerk, zeker ook bij de consument, en bereidheid om daar die meerprijs voor te betalen. Bionext is als ketenorganisatie met alle betrokken leden een antwoord op dat er al een stevige markt is. En dat die markt het aanbod in stand houdt en ook helpt verder te ontwikkelen. Met de Green Deal in onze rug en de goede voorbeelden die we ook zien in onze omliggende buurlanden, zijn er een aantal goed te implementeren maatregelen die ons gezamenlijk in de noodzakelijke actie kunnen zetten. Ik noem er vier. Het btw-tarief zou naar nul kunnen. Hierin zouden biologische speciaalzaken een experimenteerruimte kunnen bieden. Zij voeren immers een bijna 100% biologisch assortiment. De reeds aangenomen motie vanuit de Kamer om tot een convenant te komen voor stimulering van biologische verkoop. Eveneens de motie om het inkoopbeleid van overheidsinstellingen, maar ook bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, om te schakelen naar biologisch en zo ook die voortrekkersrol te pakken en het voorbeeld te zijn voor anderen. En daarnaast het inzetten van true pricing voor een eerlijke en transparant prijsbeleid. Ik heb er alle vertrouwen in dat de overheid hier een juiste keuze in gaat maken en zich gesteund voelt ook door de Green Deal en de transitie die zo noodzakelijk is voor ons landbouw- en voedselsysteem. En we gaan er graag gezamenlijk verder mee aan de slag. Dank u wel. Ook u zeer bedankt. Dan is nu het woord aan de heer Van der Veer. Gaat uw gang. Ja, goedemiddag inmiddels. Dank u wel ook voor de uitnodiging en de mogelijkheid om hier onze visie over te brengen. Ik ben van Herenboeren, Herenboeren Nederland. We hebben op dit moment 10.000 huishoudens in ons concept kunnen verwelkomen. 14 bedrijven operationeel en nog 35 op dit moment in ontwikkeling. Daarmee zie ik de mogelijkheid om op een andere manier naar de keten te kijken. Wij hebben ons in 2012 voor het eerst uitgevonden. Wij vinden ons nog steeds elke dag uit. Maar wat we continu centraal hebben gehouden is de bodem. Wij zien de bodem ook voor de transitie voor de rest van de landbouw als centraal punt. De bodem die aan de ene kant voedsel oplevert, maar aan de andere kant ons in de noodzakelijke transitie van ons economisch systeem kan bijdragen aan het leveren van de maatschappelijke waarden op het gebied van natuur, op het gebied van klimaat, biodiversiteit, etc. Wij zien de boer als een belangrijke schakel hierin, als een transformator om die economie, waar op dit moment de hoeveelheid geld blijkbaar bijna onbeperkt lijkt te kunnen groeien, toch terug te brengen en om te vormen naar weer meer natuur, betere bodem, biodiversiteit en de boer daar een belangrijke rol in te geven. We zien op dit moment dat het kabinet veel geld uittrekt voor bijvoorbeeld het stikstofdossier. En we zijn bang voor een top-down benadering, ook al gaat het via het gebiedenbeleid. Wat we heel graag zien is de individuele betrokkenheid van de boer in een aanpak die gaat over hectare voor hectare, bedrijf voor bedrijf, weiland voor weiland en akker voor akker. Is dat een gek idee? En kost het veel geld? Ik denk dat het meevalt. We hebben er ook aan gerekend. En we denken dat we, als we er een paar miljard voor gebruiken en voor uittrekken, dat we iedere boer een individuele leerreis kunnen aanbieden. En dat lijkt een beetje op wat we voorheen hadden
toen er nog een deel V, een deel O en een deel G bestond. Eigenlijk willen we dat opnieuw uitvinden. Een 5.0 versie daarvan. En dan vindt de boer zijn weg wel, is onze overtuiging. Wat we nodig hebben, is een langjarige visie. Een visie op waar we heen gaan met dit land en waarbinnen dan de landbouw zich kan oriënteren. We hebben in een breder gezelschap ook nagedacht over wat zijn de randvoorwaarden om die boer weer in zijn kracht te zetten. Hoe bouwen we een nieuw systeem? Daar zijn volgens ons een vijftal belangrijke hobbels op die weg naar een duurzame toekomst. Ik noem ze even, dat is de betaalbare toegang tot grond. Het almaar stijgen van de grondprijs helpt niet om nieuwkomers op de markt te laten toetreden. En helpt ook niet om de volgende generatie bedrijven op een goede manier te laten overnemen. We denken dat het nodig is om stevig te investeren in kennis. Omdat we op dit moment wel een beetje weten hoe het zou kunnen met de bodem. Maar eigenlijk nog veel te veel niet weten. De ketenpositie van de boer, die is net ook door de vorige sprekers al aangehaald, is natuurlijk ook een belangrijke om daarop te investeren. En wij zoeken naar een juiste inkleuring van een transitiefonds waarmee we daadwerkelijk op individueel bedrijfsniveau de kapitaalsvernietiging die er mogelijk aankomt ongedaan kunnen maken op het moment dat het net geïnvesteerde stalsysteem toch voor de toekomst niet houdbaar blijkt. En niet onbelangrijk, passende wet en regelgeving. Op dit moment worden we geconfronteerd met een maatregelgestuurd systeem. Dat is voor de boer onwerkbaar voor de boer als hij zijn ondernemerschap daarin kwijt wil. Dus wij pleiten voor een doelgericht systeem met stimulerende werking. En die stimulerende werking kan alleen gaan werken als we vanuit vertrouwen in elkaar kunnen optrekken. We pleiten ervoor om alle partijen in het systeem te betrekken. Dan heb ik het over de keten, maar ook van boer tot burger. En daarbij alle instrumenten te benutten die tot uw beschikking staan. Waarvan zojuist de BTW al genoemd is. Maar ook het sturen met subsidies. Misschien zelfs na te denken over prijsregulatie. En met name andere eigendomsverhoudingen in het buitengebied. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan is nu het woord aan mevrouw Verriet. Gaat uw gang. Dank u wel. Bedankt ook voor de uitnodiging om hier vanmiddag bij aanwezig te zijn. Ik ga proberen niet hetzelfde te zeggen als mijn voorgaande sprekers. Dus ik heb een klein beetje zitten meeschrijven dat ik niet in herhaling val. Er wordt heel veel gesproken over een beter verdienmodel voor boeren, maar het wordt tijd dat we daar werkelijk wat van gaan maken. En mijn pleidooi gaat dan ook over het faciliteren van boeren en groepen boeren om hun positie in ketens te versterken. Want wat gebeurt er vandaag de dag? En ik neem maar even de crisis vanuit de Oekraïne als voorbeeld, omdat dat iedereen tot de verbeelding spreekt. Kostprijzen van grondstoffen, maar ook energie, stijgen enorm. Die kostprijzen weten onze ketenschakels één op één door te vertalen naar het bord van de boer. Die boer heeft vanaf de dag na de crisis meteen met de kostprijsverhoging te maken. Hij of zij, de boer, heeft geen grip op zeggenschap en op prijsvorming en verdeling van risico's in die ketens. We hebben grote vraagtekens bij verdeling van marges, want dat is vaak niet transparant. Contracten die boeren afsluiten met hun ketenpartijen zijn vaak eenzijdig. Er zitten leveringsplichten in, waar ze aan gehouden worden. Er zit een afnameplicht in, daar houden ketenschakels zich alleen maar aan als het hen uitkomt. Ik noem maar even corona als voorbeeld. Onze boeren hadden leveringsplichten, mochten niet naar andere ketenschakels of naar andere slachterijen in mijn geval leveren. Maar de slachterij bleef maar vooruitschuiven. Ze hadden op dat moment niet, of ze hoefden geen invulling te geven, blijkbaar aan de afnameplicht die in datzelfde contract stond. Als POV zijn wij een producentenorganisatie en niet voor niks. Dat is omdat we daarmee meer ruimte zouden hebben om met boeren op de markt te opereren. Wij werken aan het opzetten van marktclusters. Binnen elke keten willen wij boeren organiseren in een marktcluster en met hen werken aan gezamenlijke afzet, aan productontwikkeling, monitoren van vraag en aanbod in ketens. Maar ook bijvoorbeeld veel meer doen aan informatiepositie verbeteren. Productiemonitors, zodat boeren zelf weten wat er wanneer op de markt is. Prijsindexen om te kunnen vergelijken. En instrumenten om te delen, ook te benchmarken tussen ketens, tussen boeren. Maar we stuiten op heel veel weerstand. Er zijn maar weinig schakels in de keten die er belang bij hebben dat wij boeren aan het organiseren zijn. Daarnaast zouden wij als producentenorganisatie meer ruimte hebben op gebied van mededinging. Die ruimte valt in de praktijk heel erg tegen.
De boer is nu op dit moment altijd sluipos. Hij of zij heeft geen zeggenschap. En dat moet echt anders. En daar proberen wij aan te werken. Wij vragen ook om een onafhankelijke autoriteit. Een controle binnen ketens. Om te zorgen dat boeren daadwerkelijk een eerlijke positie hebben in de keten. Dat ze daadwerkelijk zeggenschap hebben. En dat er een eerlijke prijs betaald wordt. Ik vraag u dan ook om ruimte te geven aan producenten, organisaties en andere groepen van boeren. Steun ontwikkelingen zoals die van de POV met middelen en met beleid. Geef er echte ruimte in het kader van mededinging. En zodat wij ook daadwerkelijk een stap kunnen maken. Daarbij wil ik wel benoemen dat we de markt zijn werk moeten laten doen. Sturing op basis van wensdenken en dromen lijkt mooi, maar het sluit niet aan bij wat mensen en consumenten in winkels kopen. Laat vooral de markt zijn werk doen en stimuleer en faciliteer groepen ondernemers en organisaties zoals de POV, producentenorganisaties. Dank u wel. Dank voor uw inbreng, voor uw position papers ook. De gelegenheid aan de collega's om hun vragen te stellen. En te beginnen bij de heer Van Kamp. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Verriet. Want u schrijft dat de boer, en u spreekt het ook uit, altijd de sluitpost is waar alles samenkomt. Dat zien we inderdaad ook in de huidige situatie, waarin je ziet dat grondstoffenprijzen stijgen, maar dat zien we in de supermarkt in de prijzen niet exorbitant terug. Het wordt ergens betaald en u schrijft dat dat gebeurt op het boerenerf. En ik zou u willen vragen, hoe ziet u daarin per schakel in de keten, toeleveranciers, banken, coöperaties, de retail. Dus kunt u per schakel in de keten eens aangeven hoe u dat wat nauwer daarop bezien, hoe u dat identificeert en hoe u dat ziet en hoe we dat zouden kunnen verbeteren? Want u doet een aantal suggesties en verzoeken. Maar kunt u die keten eens afgaan om eens aan te geven waar dat waar het blijft hangen? Zeg maar. Dat is mijn vraag. Dank. De heer De Groot, D66, inmiddels aangeschoven. Een deel van de presentatie is gemist, maar een vraag. Gaat u gang. Ik luister even. Excuus dat ik later was, maar ik heb me verontschuldigd. Dus ik luister even eerst. Ja. Prima. Dank. Mevrouw Van der Plas. Dank u wel en dank aan de sprekers voor de inbreng natuurlijk. Ik had in eerste instantie even een vraag voor de heer Van der Veer. Want ik heb begrepen dat herenboeren ontheffingen krijgen voor regels. Dat noemt men dan experimenteren ruimte. Dat ze niet aan alle exacte regels hoeven te voldoen waar gangbare boeren wel aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld in Boksel hoefde tot september 2019 de wagens van die varkens leveren niet ter plekke ontsmet te worden. En de grenzen van de wet mogen worden opgezocht of die mogen zelfs worden overgestoken. Dat lees ik op uw eigen site overigens. Maar kunt u mij uitleggen hoe dat zit? Waar zitten die ontheffingen in? Aan welke regels hoeven herenboeren niet mee te doen? En wat scheelt dat in de kostprijs voor het produceren van voedsel voor mensen? Want als de kostprijs lager is, die kostprijs bij gangbare boeren natuurlijk heel erg hoog, juist vanwege die hele dwingende wet- en regelgeving. En tot hoe lang gaat het dan door dat herenboeren niet aan alle wetten en regels hoeven te voldoen? Dat zou ik graag wat meer duidelijkheid over willen. Dank. De heer Thijssen. Dank, voorzitter. En dank voor iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. Ik heb een vraag aan mevrouw Zaten en meneer Van der Tak. Want als ik het goed begrijp, zijn er nu boeren die natuurinclusief boeren, maar daarvan zegt u, ja, die hebben dan toch een niche-markt en die kunnen dan toch op de een of andere manier een hogere prijs krijgen en op die manier rendabel opereren. Maar we horen natuurlijk ook steeds meer dat natuurinclusief of grondgebonden de norm moet worden. En dan is het wel heel moeilijk om stand te houden op de concurrentie van de wereldmarkt. Nou hoor ik van de heer Van der Veer een oplossing, namelijk zorg dat er betaalbare toegang is tot grond. En ik vraag me eigenlijk wel af hoe u daarnaar kijkt. Is dat inderdaad een oplossing om te zorgen dat dadelijk als de hele landbouwsector natuurinclusief is of grondgebonden, is dat een manier om dan de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen? Dank. En dan zou ik als lid van deze commissie ook nog graag een vraag willen stellen. En dat heeft betrekking op de rol van de producenten, de primaire producenten in de keten. In een vorige sessie gaf de heer Ning Blok aan vanuit Albert Heijn
dat de boer aan tafel zit. Ik hoor de heer Van der Tak zeggen van wij praten met de ketens, met de supermarkten, met de retail. En dat gaat, ik beluister, dat gaat de goede kant op. Ik hoor mevrouw Van Riet zeggen van ja, de boer is en blijft, of de producent is en blijft, het sluitstuk van de hele keten. Ik zou daar graag een nadere reflectie op willen van mevrouw Van Riet. En als de heer Van der Tak daar ook enige aandacht aan zou willen besteden in de beantwoording van zijn vragen, zou ik dat op prijs stellen. Dan is het woord nu aan de heer Van der Tak voor de reactie op de gestelde vragen. Ik heb er twee gekregen, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de natuur inclusief is een van de modellen die daar duidelijk in zit. Wat daar in ieder geval is bereikt, dat je daar eigenlijk wil dat die langdurigheid, dat je daar langdurig afspraken over kunt maken. Anders kun je geen investeringen doen. En die langdurigheid zit er niet in een half jaar of in een jaar. Maar als je langdurig investeert in nog meer natuur inclusief en daar investeringen wil doen, als ik nu kijk naar wat we daar afspraken kunnen maken met een bank, dan zou dat eigenlijk in ieder geval stimulerende wetgeving moeten zijn die zegt, weet je wat, dat is een mogelijkheid. En dan moet je echt 10 jaar, 15 jaar, moet je daar de mogelijkheid voor hebben. Dat je langdurigheid, dus met name in die blauw-groene, ik zal hem nog een keer die terminologie even voor u duiden. De groen-blauwe diensten voor landschappersonderhoud. Ik ken 3-4 boeren die dat inmiddels doen. Die hebben ook inmiddels een positie verworven. En die zitten, laten we zeggen, rond die 10 jaar. En als je dat sterker wil maken, juist voor de binnenlandse markt. Het gaat hier om de binnenlandse markt. Dan moet je uiteindelijk op dat vraagstuk echt wel dat kunnen aanbieden. Nou, dat is een van die elementen die mooi in dat overheidsprogramma behandeld is. Weliswaar zit u niet in de coalitie, maar ik heb wel de coalitie op dat punt gezien die dat wil. En het tweede element, ik denk dat het met name, wij zijn eigenlijk hebben de volgende lijn. Als we de binnenlandse markt, en voor sommige producten is dat 10%, en voor sommige is dat 30%. Als je op die binnenlandse markt, de ware project, wat wij nu doen met allen, wie daar maar in wil deelnemen, met ware creatie in ketens doet, dan heb je de mogelijkheid om de binnenlandse markt op dat vraagstuk door middel van afspraken met supermarkten, individueel. Het is nog lastig om tegelijkertijd, ook in dezelfde snelheid, met iedereen te maken. Dat heeft de ACM ook wel ons gezegd. Die deur staat wel open, maar de rijkwijd om die snelheid te verhogen, laten we zeggen, om het tegelijkertijd te doen met al die supermarkten, dan wel met de supermarktketens, is een ingewikkelde. Dus op de binnenlandse markt lukt dat. Daarna willen wij absoluut in de Europees, ook hebben wij Europese vrienden, laten we zeggen, ook belangenorganisaties. En op dat vlak willen wij dus naar de Noordwest-Europese markt, vooral ook in dat verband, zaken doen om met name daar, want de meeste producten worden toch afgezet in, laten we zeggen, in de provincie Duitsland. Voor ons, althans als het gaat om voedselproductie, uiteraard in België, Frankrijk en het inmiddels derde land, VK, waar nog altijd 9,3 miljard naartoe gaat voor onze product. Dus in die zin, dus met name die Noordwest-Europese markt, daar zien wij kansen. Maar eerst even langdurig werken aan de binnenlandse markt. En dan en met name dus langjarige beloning voor groen-blauwe diensten voor landschapsonderhoud. That's it. Dank, mevrouw Staart. Dank voor de vraag. Ook biologisch kenmerkt zich door de langdurige relaties. En ik denk dat dat het enorm sterke punt is. Dat je een relatie hebt met die boer en dat daar jaren overheen gaan. En dat die stabiel is. En dat je dus ook bij teleurstellende oogsten of veranderde omstandigheden met elkaar in gesprek gaat om te kijken wat die prijs dan moet zijn. En dat je als uiteindelijk richting die consument niet bang bent om zo'n prijs door te voeren. Nou, daar zijn de biologische speciaalzaken volgens mij een uitstekend voorbeeld van. Daarnaast is het zo dat de schakel hierin ook ligt bij de consument. En hoe we die consument op die winkelvloer, ik hoorde jou dat ook zeggen, bereidwillig laten zijn in het betalen van die prijs. En dat betekent dat wij daar, en daar kan de campagnes heel duidelijk bij helpen,
dat er veel meer campagne gevoerd moet gaan worden van wat houdt biologische landbouw in? Wat betekent dat voor de leefomgeving? Welke toegevoegde waarde creëren we daarmee voor onze leefomgeving? En daar kun je als consument een bijdrage aan leveren. En dat is eigenlijk een hele logische. Willen we met elkaar zorg dragen voor de planeet, dan moet je daar als consument ook een bijdrage in geven. Daarnaast is het zo dat je daar als overheid een stimulans op kan bieden door die kennis over te dragen, mee te stimuleren en zelf daar een voorbeeldrol te pakken. Die prijzen... Oh, sorry. Ja. Spreekt u rustig uit. Nou, die prijsstelling is iets wat wij in Nederland... als we kijken naar onze buurlanden, betaalt een consument procentueel veel meer aan zijn voedsel. We zijn in Nederland altijd veel te prijsbewust bezig. Dus we moeten niet bang zijn voor alleen maar die prijs. We moeten gaan communiceren, we moeten gaan uitleggen, we moeten kennis verspreiden. We moeten duidelijk maken wat die boer nodig heeft om zijn producten te verbouwen op de manier die gezond en toekomstbestendig is. En daar staat de biologische landbouw voor. Dank u wel. Dank. Heer Van der Veer. Ja, mevrouw Van der Plas, dank u wel voor de gestelde vraag. Laat ik allereerst zeggen, wij houden ons volledig aan de bestaande wet en regelgeving en gebruiken de instrumenten die ons geboden worden om daar wel wat ruimte in te zoeken. En ik leg u even uit hoe dat zit. Sterker nog, misschien mag ik vooraf eerst zeggen dat ik soms last heb van het knuffelgehalte wat wij met ons meebrengen, waardoor wij ook anderen, ik moet regelmatig in de pers corrigeren hoe het werkelijk werkt. Wij zijn gewoon gebonden aan wet en regelgeving en daar houden wij ons aan. Wat er wel aan de hand is, is dat er exact op vandaag, 5 jaar geleden, een Green Deal getekend is. En die Green Deal, daarin zit inderdaad het zoeken naar de knellende wet en regelgeving, of het ontmoeten eigenlijk van de knellende wet en regelgeving. En we gebruiken dat instrument, dat wat keurig destijds een overeenkomst is geworden met staatssecretaris Van Dam en ook met de provincie, de gemeente en de HAS in Den Bosch, om dat ook mee te monitoren. Om te kijken hoe je daar waar de verduurzaming tegen wet en regelgeving aanloopt, hoe dat je daar een oplossing voor kunt vinden. Het voorbeeld dat u noemt van de vrachtwagen bij het lossen van varkens, wil ik ook even aanhalen. Wij zijn bezig in een sector waar we de varkens graag buiten houden. Ik zeg niet dat wij dat alleen zijn. Ik mag hier denk ik zelfs ook nog zeggen dat ik vertegenwoordig op dit moment 47 buitenvarkenshouders. Groot en klein. En als je dan kijkt naar, dat doe je vanuit een stukje dierwelzijnsparagraaf, ook een stukje marktbenadering. Daar belemmert de wet eigenlijk het letterlijk lossen van de varkens op een plek waar geen reinigings- en ontsmetting kan plaatsvinden, direct. Wij hebben samen met het ministerie van LNV, samen met POV, samen met ZLTO in dit geval en de NVWA, 3 jaar lang gekeken hoe zou je dat op een verantwoorde manier kunnen oplossen. Daarmee zijn we volledig binnen de instrumenten gebleven die ons ter beschikking stonden. En hebben we in goed overleg met dat gezelschap ook een oplossing kunnen vinden. Het is wel zo dat in het kader van die Green Deal op deze ene specifieke plek in Boxtel waar u op doelt, op dat moment om dat te kunnen experimenteren, een ontheffing is verleend. Maar ook die is keurig aangevraagd en verstrekt volgens de normale gang van zaken. Dus ik hoop hiermee absoluut het beeld weg te nemen dat wij ons niet aan de wet en regelgeving houden. In ieder geval laat ik het beeld scheppen dat we vooral wel aan wet en regelgeving ons houden. Dank je wel. Ja, en er was nog een vraag naar de consequenties voor de kostprijs. Sorry, excuus. Ja, dat klopt. En die vraag die, moet ik wat integraler behandelen, omdat wij uiteindelijk niet in een ketenverband werken. Wij hebben voordat wij onze bedrijven starten eigenlijk onze afzet georganiseerd. Omdat wij pas starten als wij 200 deelnemende huishoudens per boerderij gevonden kunnen krijgen. Dat lijkt op dit moment aardig te lukken. Hè? Op dit moment, voordat we een boerderij starten, zit die al vol. En daarmee betalen mensen geen kostprijs met een marge. Maar men draagt bij aan via een contributie aan de totale kosten van de boerderij. We hebben ongeveer een omzet van 2,5 tot 3 ton per bedrijf. En die wordt jaarlijks via de begroting wordt die vastgesteld en wordt dan omgeslagen naar 500 deelnemers per boerderij. En dat betekent dat er een bedrag per week betaald wordt aan de totale bedrijfsvoering. En niet vanuit een kostprijsmarge benaderd. En dat maakt dat bij ons op de bedrijven op dit moment de discussie niet gaat over kostprijs, maar vooral over kwaliteit. En dat we eigenlijk met elkaar investeren in een betere bodem
biodiversiteit en natuur. En binnen die kaders ook het voedsel produceren. Zullen we eerst even de ronde afmaken? Dan is er daarna nog wel even tijd om daarop in te gaan. Mevrouw Vriet, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen gekregen. Ik begin eerst met de vraag van de heer Van Kampen. Als ik zou weten waar het zou blijven hangen, zou ik het vandaag nog gaan halen. Dat even voorop. Transparantie in de keten is ver te zoeken. Wat we wel zien is dat kosten snel doorberekend worden naar boeren die het op dat moment niet kunnen dragen. En dat wij veel meer toe willen naar een andere prijszetting. Dat moet veel stabieler, dat moet met een deel vast en een deel variabel. We kunnen met elkaar een veel vastere prijszetting doen, in mijn geval als het gaat over varkensvlees. En er zijn ook al ketens die daarmee experimenteren. Met een variabel deel waarbij je met elkaar de risico's deelt van kostprijsverhogingen. Bijvoorbeeld zoals nu met grondstoffen en energie. Dus dat kan zeker. Een aantal ketens werken hieraan, dat heb ik gezegd. Als we op dit moment kijken naar de sterk stijgende kostprijs bijvoorbeeld, hè, die ligt al op het bord van boeren nu. En de doorprijsberekening gaat veel te traag en veel te langzaam. De manier waarop wij autonoom aan prijszetting werken gaat met dit soort kostprijsverhogingen echt te langzaam. Dit gaat ketens of ketenschakels echt ergens de kop kosten als wij niet ingrijpen. Ik zei net al even iets over transparantie. We hebben natuurlijk ook de ACM AgroNutriMonitor, die ook voor varkensvlees draait. En wij verbazen ons er telkens over wat de resultaten uit de AgroNutriMonitor zijn. We hebben het hier met ACM en met ketenschakels ook over. En wij willen daar graag in verdiepen. Want daar klopt gewoon iets niet. En wij denken dat de sleutel wel ligt door boeren daadwerkelijk zeggenschap te geven in die keten. Daarmee wil ik ook meteen eventjes het bruggetje maken naar mijn volgende vraag. Inderdaad. Praten boeren met hun ketenschakels? Praten zij ook met slachterijen? Maar er zit echt een verschil tussen aan tafel zitten en zeggenschap hebben. Er wordt heel snel gezegd, wij praten met boeren. Hoe werkt dat dan? In zaaltjes met 200 boeren worden zij even geïnformeerd en overlaat met allerlei informatie over hoe een keten in elkaar zit en hoe het met prijszetting zit en alle goede voornemens die er zijn op het gebied van duurzaamheid. Om 10 uur krijgen ze een biertje en een bitterbal en men gaat weer naar huis. En de ketenschakels zeggen, wij hebben boeren geïnformeerd. Wij werken nu aan het organiseren van boeren. Wij willen ze samenbrengen en zeggenschap geven in de keten. Ook zorgen dat het in statuten waar dan ook vaststaat dat die boeren een zetel hebben en dus stemrecht. En wij stuiten alleen maar op weerstand. En dat is wat er aan de hand is. Er is echt een verschil tussen zeggenschap hebben in die keten en bijgepraat worden op momenten dat het ketenschakels uitkomt. Dank voor uw aller bijdrage. Er is nog gelegenheid om vragen te stellen. Mevrouw, laat ik een rondje maken. Die tijd is er nog even. Ik kijk even rond. Heer De Groot. Hartelijk dank. Ja, dank u, voorzitter. Uw pleidooi, mevrouw Vriet, is echt uit het hart gegrepen. Want ik denk echt dat we alleen maar vanuit die verwerkende industrie de ruimte kunnen geven aan individuele bedrijven om dat verdienmodel te verbeteren. En dat dat niet vanuit die bedrijven kan. Want alles wat wij aan subsidies of dingen doen, dat wordt allemaal afgeroomd in de rest van de keten. En we weten niet eens hoe het zit. Dus die transparantie, dat is echt een heel belangrijk punt. En die zeggenschap. Zou u in dat verband ook, is het voor u ook bespreekbaar om te hebben over vaste relaties? Dus hè, dat is eigenlijk in de zuivelsector, waar je eigenlijk altijd de vaste afnemer hebt. Zodat je ook niet meer uitgespeeld kan worden en ook op die manier die zeggenschap kunt organiseren. Dank. Mevrouw van der Plas gaf ook aan. Ja, dank u wel. Mijn vragen worden wel vaker verkeerd begrepen, hoor. Dat merk ik wel vaker. Dus ik wil het beeld even wegnemen dat ik herenboeren ervan beschuldig dat ze zich niet aan regels houden. Helemaal niet, want mijn vraag was, eigenlijk omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Je hoort dat hè, van die kant, en ik lees bij jullie op de website, lees ik ook dat er gewoon inderdaad ontheffingen zijn. Juist voor die verduurzaming. En dat snap ik. En ik vind herenboeren, laat ik dat ook voorop stellen. Ik vind dat een prachtig initiatief. En als mensen daaraan kunnen deelnemen, dan is dat prima. Voor alles is een markt. Dus daar heb ik helemaal geen kritiek op. Integendeel. Wat mij gewoon interesseert is hoeveel lager is de kostprijs dankzij die ontheffingen? Want eigenlijk vind ik dat in de gangbare sector in die zin ook zou moeten. Nou ja, de heer Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft ooit mooi verwoord: als je rood staat, kun je niet groen zijn.
dat verduurzaming tegenhoudt. En bij uw initiatief wordt daar best wel veel ruimte voor gegeven. Maar bij gangbare boeren bijvoorbeeld niet. En dus mijn concrete vraag was eigenlijk van... hoeveel lager is de kostprijs om zeg maar een kilo product te produceren... laten we zeggen kilo varkensvlees van buitenvarkens... dankzij het versoepelen van die regels. Want ik zoek namelijk ook heel erg naar het verlagen van de kostprijskant. We hebben het altijd over de opbrengskant, maar die kostprijs die moet gewoon omlaag. En dus ik was gewoon even benieuwd hoeveel lager die kostprijs bij jullie is... en hoeveel ruimte dat geeft om inderdaad die verduurzamingsslag te maken. Heer Thijssen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even een vervolgvraag op de antwoorden die ik net kreeg. Want kijk, ik snap dat de keten meer opbrengsten op kan leveren... voor die natuurinclusieve en grondgebonden boeren. Het punt is... daarmee heb je dus niet de concurrentie met de wereldmarkt. Terwijl als dat gangbaar wordt, als zeg maar dat biologisch boeren... of dat nu natuurinclusief boeren gangbaar wordt in Nederland... wat het volgens mij moet worden met de plannen van de coalitie... dan is het geen niche-markt meer. Maar dan is het gangbare product. Dus hoe gaat dat gangbare product nou de concurrentie aan met die wereldmarkt? En is dat niet wat de heer Van der Veer zei over betaalbare toegang tot grond... of andere eigendomsverhoudingen, is dat dan niet een belangrijk element... om te zorgen dat de dan gangbare boer de concurrentie aan kan met de wereldmarkt? Dank. Als u mij toestaat, zou ik dat punt van de betrokkenheid van de producent... in de hele keten en het punt van zeggenschap... toch nog graag aan de heer Van der Tak willen voorleggen. Met de vraag daarop te reageren. Want er zit duidelijk een discrepantie tussen... de ervaring van mevrouw Verriet en de ervaring van de heer Van der Tak. En ik wil niet u tegen elkaar uitspelen, zeker niet. Maar er is wel, ik heb wel behoefte aan een scherper beeld. Dus die vraag zou ik willen stellen. Meneer Van der Tak, mag ik om te beginnen u de gelegenheid geven? Dank u wel, voorzitter. Vraag van de heer Thijssen. Hoe kunnen we aansluiten bij die wereldmarkt? Ja, volgens mij kan dat eigenlijk maar op één manier. Wanneer we in Nederland een model neer kunnen zetten... wat wij in Europa daarover met Europa een afspraak kunnen maken. Green Deal heeft een effect op dit soort vraagstukken. Dus dan zou het alleen via die wijze kunnen, denk ik. Want anders zie ik niet echt mogelijkheden om... vooral die binnenlandse markt, die natuurlijk ook voor een belangrijk deel het West-Europese marktdeel bedient. En laten we zeggen, dan zie ik geen andere mogelijkheden naar natuurinclusiviteit anders te doen versterken dan dat je daar binnen Europa een afspraak over kan maken met elkaar. Mogelijkerwijs, naar aanleiding van een Green Deal, mogelijk op basis van een richtlijn. Andere mogelijkheden die sneller zouden gaan, of die dat sterker zouden maken, dat concept, daar heb ik vraagtekens over. Kijk, er zijn natuurlijk ook supermarktketens die, tenminste 2 à 3, die wel degelijk ook een buitenlandse invloed hebben. Daar kunnen wij zelf wat aan doen, vind ik. Daar hoeft u niet zoveel aan te doen. Maar waar sprake is van overheidsbeleid, dan zou je daar... wat mij betreft een interventie kunnen doen om door middel van een richtlijn het hele natuurinclusief concept te versterken. Dat is mijn eerste antwoord. Tweede antwoord met betrekking tot zeggenschap. Nee, kijk, ik denk dat mevrouw Van Riet, en daar heeft ze terecht wel een element te pakken. Daar waar marktimperfecties zijn, kan je die marktimperfecties te doen versterken door middel van zeggenschap. Maar ik zelf zit toch altijd op de lijn op basis van markt. Zoals dat bijvoorbeeld in de glastuinbouw ook gebeurd is. Daar zie je dat de marktmacht sterk toeneemt als gevolg van... nou ja, daar is het aantal handelshuizen wat daar in die glastuinbouw was... zo'n 22, verkleind tot 6. Dat organiseert je marktmacht. Dat zie ik ook bij Biohuis, met een concept. Dus in die zin denk ik dat het voor mij niet zo de ene of de andere route is. Ik behandel graag... de twee routes tegelijk. Ik vind ook dat collectieven in dit verband... en collectieve keurmerken als zodanig... naast de duurzaamheidseisen die daar... daar zou je ook in dat kader... en daar hebben we de ACM wel voor nodig...
En ik zie dat dat, laten we zeggen, dat dat deurtje wat open gaat. Dat daar in feite, als je voldoet aan het keurmerk wat we in dit land hebben, Planet Proof, dat je daar dan op dat vraagstuk ook als het ware een prijsgedeelte mag hangen. Nou, dat zijn mijn elementen. En daarmee sta ik niet tegenover. Hoop ik dat het beeld weggenomen is. Dat de POV en LTO op dat vlak verschillende opvattingen hebben. Wij proberen in elkaars verlengde dat te doen wat we met elkaar kunnen doen. Dank voor uw reactie. Even de microfoon het zwijgen opleggen. Mevrouw Staats, hebt u nog behoefte aan een toevoeging? Dat ligt niet een concrete vraag meer, maar... Nou ja, laat ik in ieder geval zeggen, als bio gangbaar wordt, dan kunnen we met z'n allen juichen voor onze planeet. Dus laten we dat vooropstellen. Dus dat zou zeker een toevoeging zijn. Ik denk dat we vooral het eerst heel sterk moeten doen in ons eigen land. En daar eens een voorbeeldrol in moeten aannemen. We willen heel graag het beste jongetje van de klas zijn. Laten we het vooral op ons voedsel gaan doen. Essentiële behoeften in mijn optiek. Als je sterk bent in je eigen land, kun je ook sterk zijn op de wereldmarkt. Dat is volgens mij een heel simpel mechanisme. Je bent dan een heel sterk voorbeeld. Dus volgens mij hoeven we daar dan uiteindelijk niet zo bang voor te zijn. En die wereldissue die blijft. Maar vanuit de wereld liggen dezelfde problematiek die wij hier in Nederland ook zien. We moeten die transitie naar een gezond en toekomstbestendig landbouwsysteem. En daar is biologisch gewoon een heel goed voorbeeld van. Dank. De heer Van der Veer. Ja, dank u wel. Allereerst voel ik mij super serieus genomen overigens dat ik hier ook mag zitten. Die uitnodiging aan zich, die zegt al genoeg. Dus mocht dat in mijn woorden wat prikkelend overgekomen zijn, dan komt het omdat dat wel mijn praktijk daarbuiten is. Dat je daar, dus dank, nogmaals dank voor de uitnodiging en ook de positionering zoals die net gedaan wordt. Uw concrete vraag naar de invloed van de wet en regelgeving op de verlaging van de kostprijs bij de verduurzaming. Dan moet ik beginnen met te zeggen dat de wet en regelgeving op dit moment die verduurzaming eigenlijk gewoon blokkeert. Even aangenomen in het voorbeeld wat we hier op tafel hebben liggen. We willen varkens buiten kunnen laten lopen. Dan is dat tot aan een tijdje geleden, want we zijn er wel in geslaagd om daar voor de hele sector iets in te doen. Was dat eigenlijk onmogelijk. Dus, en daarnaast is het niet zo, als het dan wel mogelijk is, dat dat geen kosten met zich meebrengt. Hadden wij ons aan de wet gehouden, dan hadden wij ergens midden op het weiland een reinigings- en ontsmettingsplek moeten aanleggen, wat kosten met zich meebrengt. Dat aan de ene kant. Maar nu hebben we natuurlijk wel een super serieus alternatief moeten uitwerken. Want met name de AVP is iets natuurlijk wat ons met z'n allen bezighoudt. En dus waar zitten dan weer kosten in aan onze kant nu in, in de oplossing? Wij investeren in een eigen kar, in een eigen wagen, op het eigen bedrijf te kunnen blijven met vervoermiddelen. We hebben afgesproken dubbele rasters te plaatsen, zodat ook de contacten met wilde zwijnen uiteindelijk niet gedaan worden. Dat betekent dat we twee keer investeren in een raster. We hebben afgesproken ontzettend veel te investeren in de communicatie met de bezoekers op de bedrijven. In dit geval zijn het onze leden, maar ook van de andere 47 bedrijven. Dat we dat met bebording en voorlichting gaan doen. Om met name zowel over de diergezondheid, maar ook over de volksgezondheid, voedselveiligheidsvraagstukken en de AVP goede voorlichting te verrichten. We hebben een apart protocol gemaakt om te kijken als er AVP uitbreekt of hij komt dichterbij. Ik begin bij 100 kilometer van onze bedrijven af, teruggeredeneerd naar 50, teruggeredeneerd naar 25. Wat doe je dan als maatregelen? Dus ik zie dat het uiteindelijk ook net zo goed kosten met zich meebrengt als je verduurzaamt. En ik zou ze moeten uitrekenen om het alternatief, het aanleggen van de wasplaats tegen wat we nu moeten doen, een keer op tafel te kunnen leggen. Vooral mijn stelling is, we kunnen binnen de huidige wet en regelgeving onvoldoende uit de voeten met de creativiteit op het gebied van duurzaamheid. Dank u. Dank. Tot slot mevrouw Verriet. Gaat u gang. Ja, voordat ik inga op de vraag van de heer De Groot, wilde ik nog eventjes ingaan op wat richting Jaak van der Tak zojuist ook gesuggereerd werd. Ik wil hier wel even zeggen, ik zit in een gelukkige omstandigheid om hier alleen maar voor varkensvlees te hoeven een pleidooi te doen. En de varkensvleesketen zit echt anders in elkaar dan die van zuivel en tomaten. Dus daar kan ook wel verschil in perceptie in zitten. En ik wil nog even ingaan op een opmerking die zojuist gemaakt werd van als bio gangbaar wordt, dan is de wereld wel gered. Daar hoeven we nu natuurlijk niet voor uit te discussiëren, maar ik vraag me dat wel terdege af. Dat frame wordt snel opgeplakt, maar ik vraag me wel echt af wat we met elkaar allemaal gaan eten. Maar dat wilde ik wel even gezegd hebben, omdat dat hier net wel in dat frame gezet werd.
Dan de vraag van de heer De Groot. Willen wij voor werken aan meer vaste relaties in Nederlandse ketens? Zeker. En daar zijn we onze boeren ook echt in aan het stimuleren. Daarom willen wij ook via marktclusters dat ze zich ook binden. En dat ze zich ook gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het aanleveren van het product wat ook in die keten gevraagd wordt. En daar ook op door te ontwikkelen. Dus zeker. Neem niet weg dat we ook natuurlijk te maken hebben met een Europese markt waar wij veel varkensvlees aan afzetten. En wij werken op dit moment aan Holland varken, één kwaliteitsstandaard voor het hele, voor al het, zeg maar, al het Nederlandse varkensvlees en het Nederlandse varken, waar ketens op doorbouwen. En binnen dat Holland varken willen we ook hier wel veel aandacht aan besteden. Dus hoe gaan we met elkaar in collectiviteit ons kwalitatief hoog en duurzaam varkensvlees in Europa verder afzetten? Dus ja, in Nederlandse ketens gaat dat makkelijk en gaan we dat ook zeker wel doen. Voor de afzet binnen Europa en daarbuiten is dat natuurlijk wat lastiger. Waarbij ik ook wel wil zeggen dat ook binnen Nederlandse ketens ook veel varkensvlees geëxporteerd wordt. Want we eten hier nou eenmaal geen oren en poten en andere zaken die wij de verwende Nederlander hier niet blieft. Er werd nog even iets gezegd over subsidies. Wij zijn helemaal voor markt en marktwerking. Daar staan we ook altijd voor. We willen zeker niet aan standaard subsidies. Daar willen wij niet mee gevoed worden. Wat wij wel willen is subsidies voor die zaken en die duurzaamheidslagen die de markt op dat moment, tussen haakjes, nog niet betaalt. Dus dat wat de markt nog niet betaalt, maar de verwende Nederlander wel van ons wenst, daar willen we wel graag subsidie voor. Anders zouden we niet weten hoe we daarop zouden moeten gaan investeren. Volgens mij heb ik daarmee volgens mij beantwoord. Helder, dank. Dan sluiten we hiermee dit rond de tafelgesprek. Ik wil ook u als gasten hartelijk danken voor de moeite die u genomen hebt om hier te komen. De Precision Papers die zijn aangeleverd. De reflectie die u hebt gegeven. Dank daarvoor. Dit helpt ons om tot een beter besef van de complexiteit van de problematiek te komen. We zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Nogmaals dank en een veilige thuisreis gewenst. Ik sluit dit rondetafelgesprek.